arrested for causing an accident. Zo! They didn't use a turn signal. Zo! Ik ga als leidinggevende gewoon leidinggevende dingen doen, dus ik zie jullie zo. Bro, hoezo doe jij altijd het makkelijke werk, bro? Zo! Holy moly, wat is dat? Wie de fuck is Bas? En wat moet een andere man bij jou alleen in mijn huis? Hallo. Goedenavond. En fijn dat jullie er zijn. Milan op tijd komt zelden voor. Ja, ik snap het dus niet. Want bij mij is het gewoon... Kijk, het is nu bij mij 31... Oh, hij gaat nu net naar 32. En de intro doet een minuut. Hoezo ik ben te laat? Ik ben voor mijn gevoel gewoon op tijd. Mijn klok klopt. Mijn klok tikt. Zoals die nooit tikt tevoren. Dame Game... Fijn dat je er bent, die zegt, yo, nieuw intro. Jazeker, inderdaad, een nieuw intro. Wat vonden jullie ervan? Vonden jullie het intro leuk? Vonden jullie het mooi? Vonden jullie het fantastisch? Het is even een iets andere vibe. Shout-out naar Jasper, de editor, die heeft hem gemaakt. Vind je hem zo leuk dat je hem nog een keer wil? Dat is goed. Oh, ik kan het gewoon met mijn voeten, kijk nou! Goed. Fijn dat jullie er zijn. Welkom bij de stream. Wat's op Martijn? Wat's op Yvette? Wat's op Mortje? Wat's op Jessica? Kiki, Fiki hebben we weer. Roy, Henk, gezellig. Darkness, gezellig. Robinho en Yari Games. It's Milan, Miss Christy. Hallo, goedenavond, geitenlip. En we hebben een lid erbij. En dat lid heet Tom Avonds. Welkom, Tom. Dankjewel voor het lid worden. Gezellig dat je erbij bent. Goedenavond, Jamila. Goedenavond, Firespace. Willem Beyer. Marieke. Elise of Elise? Wat ga je doen? Elise? Of Elise? Het is moeilijk, hè? Een titel lezen. Het is heel moeilijk. En een thumbnail kijken. Het is echt heel moeilijk. Ja. Je vraagt 4 keer wat ik ga doen. Dat is heel moeilijk. Het staat letterlijk in de titel en de thumbnail. Meer dan dat kan ik kan het niet duidelijker maken. Ik kan misschien een shirt dragen met het logo van de game of zo elke keer. I don't know. Ik weet niet, man. Maar goed. Oh, wacht. Heb ik een logo? Staat hier? Nee, er staat Moving Easy. Nee, het is geen logo van de game. Goeie. Goed. Hoe was je dag vandaag? Chantal, mijn dag was rustig. Want ik ging even mijn banden moest ik vervangen van mijn auto. Ik heb 82.000, eigenlijk 80.000 kilometer gereden. Ja, ik heb 80.000 kilometer, want ik heb hem ook nog uitgeleend. Toen heeft iemand 1000 kilometer ermee gereden. Met andere banden. Dus ik heb 80.000 kilometer met dezelfde banden gereden. Dus die moesten even vervangen worden. Want er zat geen profiel meer op. Dus ik moest 4 nieuwe banden onder de auto. En dat kost een hele hoop. Maar dat was wel goed gefixt allemaal. Dus nu heb ik compleet nieuwe bandjes. En het ziet er weer top uit. Het rijdt heerlijk. En ik ben weer helemaal blij. En ik heb... Wat heb je gegeten? Nou, wat willen jullie allemaal weten, joh? Wat leuk. ik heb lasagne gegeten, man. Heerlijk. Lasagne. Wel in zo'n bak waar je in de oven doet. Goedenavond, Maxime. Goedenavond, Chantal. Goedenavond, Alex. Fijn dat jullie er zijn. Erik is er ook bij. Goedenavond. Ik kan inderdaad weer veilig de weg op. Ja, helemaal omdat het nu wat gladder was, merkte ik wel dat ik geen profiel had op de auto, zeg maar. Dan glij je wat sneller door de bocht heen. Dus is minder. Van de Aldi, hè, snap de menk. Dat had Enzo gemerkt dat ze geen profiel hadden. Oh, had hij dat gezegd in de vlog? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat zal ik wel eens niet. Goed, ja, hij had inderdaad toen mijn auto mee. Maar hij heeft hem 2 keer meegehad. Hij heeft hem toen 1 keer meegehad naar Oostenrijk. Toen zat zijn eigen auto bij de garage. En toen gaf ik hem mijn auto mee. Toen had hij er zelf winterbanden onder gezet. En daar heeft hij toen nog... 1000 kilometer weet ik niet. Maar hij heeft er wel veel mee gereden.
En toen heeft hij die oude banden er weer op, terug op laten zetten. En ja. Het is sneeuw afgelopen week. Ja, oh, toen had Miron even mijn auto nodig. Klopt. Toen was Enzo ook mee. Ja, toen zei hij al, ik glijd door elke bocht. Toen zei ik van, yep. Vergeet te vertellen, ik heb geen profiel. En ik heb ook niet eens, ik had niet eens winterbanden. Ik heb niet eens winterbanden. Wat boeit. Het sneeuwt toch niet dit hele jaar. Ik bedoel, die... Toch? Maar goed. Het doet het weer. Ik ga vanavond een heel leuk spelletje doen. We zagen het al aan de titel en de thumbnail. Behalve Elise. Die snapt er nog steeds helemaal niks van wat we gaan doen vanavond. Die zit nog steeds in spanning van... Wat gaat Milan doen vanavond? Ik heb nog steeds niks kunnen zien en lezen. We gaan een restaurant simulator doen. En waarschijnlijk kennen jullie wel heel veel restaurant simulators zoals Overcooked. Of Plate Up. Of... wat heb je nog meer? Je hebt nog een andere populaire restaurant game. Cooking Simulator is er ook eentje van. Dat je een soort first person dingetjes moet snijden en zo. En moet je braden en weet ik het allemaal. Dat zijn de drie bekendste, denk ik. En je hebt nu ook een kebabchef restaurant simulator. Waarin je dus ook een chef bent en dingen moet voorbereiden. Dus, maar goed, Kaak doet mee. Dus we gaan even met hem gaan we dingen maken en snijden. En proberen te maken, te doen en te dingen. Waar ga je beginnen? Ik ga hier beginnen, Pepijn. Hier zo. Op youtube.nl/MilanKnol. Daar ga ik beginnen. Daar. Op youtube.nl. Hier begin ik. Hier. Je hoeft nu niet naar een andere beeld om te kijken van... Wat is het? Broodje dunner. Ja, lekker man. Ja, ik vind kebab wel lekker, gast. Zeker. Ja, man. Ik, sterker nog, ik had eergisteren... Had ik een heerlijke... Wat was het gisteren? Zo, daar gaat snel... Volgens mij was het gisteren. Ja, gisteren was het. Had ik een heerlijke Turkse lunch. Oh. Ik weet alleen niet meer alle namen ervan wat ik kreeg. Het was allemaal van die unieke namen die ik nog nooit had gehoord. Het was echt van een Turkse supermarkt. Alles gehaald. Eentje weet ik wel. Dat was natuurlijk lahmacun. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Maar goed. Ik zeg altijd lahmacun. Lahmacun. Die was lekker. Maar er was nog meer. En eigenlijk was alles lekker. En een of andere soort room of zo. Bro, jullie Turken hebben wel lekker eten hoor. Er was een of andere soort room. Bakje met room. En hij vertelde dus dat dat melk wordt dan iets mee gedaan of zo. En dan komt er een laagje op die melk. Dan wordt er afgeschraapt. Dan wordt dat weer opnieuw gedingest. Weet ik veel, warm gemaakt of zo. Ja, dan, I don't know. En dan wordt dat laagje weer eraf gepakt van de bovenste. En dan dat nog een keer. En dan dat laagje weer. En dan nog een keer. En dan krijg je zo'n soort room. Bruh. Dat was lekker, man. Lahmacun. Mag ook. Lahmacun. Ik doe mijn best. Ik weet het echt niet, man. Ik kan het niet uitleggen. Wanneer ga je beginnen? Als jij het vervelend vindt dat ik nog niet ben begonnen, dan moet je geen livestream kijken. Dan adviseer ik je om vooral gewoon naar mijn video's te kijken. Dan kun je zelf doorklikken wanneer je wil dat ik begin. Maar een livestream is altijd... Ik begin wanneer ik zin heb. Ik ben nu met jullie gezellig aan het praten. En als jij het gevoel hebt dat ik niet tegen jou praat, of je vindt het vervelend dat ik nog niet ben begonnen, moet je niet een livestream kijken. Dan adviseer ik om gewoon lekker weg te klikken en gewoon lekker een videootje te kijken. Want dan kun je lekker doorspoelen wat je wil. Of oude livestreams te kijken. Is een idee. Is maar een idee. Het is niet te vervelend bedoeld hoor. Het is gewoon een tip. Mijn lievelingsgame is Halo, man. Oldschool. Oldschool Halo. Ik ben al aan het gamen, jongens. Ik ben al aan het gamen. Huh, zie je de game niet? Nou, ik ben al tomaten aan het hakken, alles. Snijden bedoel ik. Tomaten hakken. Snij je tomaten of hak je tomaten? No clue. Hey, kijk, er is een poll in de chat. Hoe kijk jij nu de stream? Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe jij de stream kijkt. Stem maar op de poll. Waarom is Don nooit meer in beeld? Was Don ooit in beeld? Ik weet niet hoe je het bedoelt. Bernard, dat is wel een goeie. Hij zegt, wat is het volgende? Een Poolse stukadoor simulator? Als dat bestaat... I'm in, bro. I'm in. Zodra de simulator achter staat, ben ik 9 van de 10 keer al sowieso in. Dus.
Yo, Joey, ik speel inderdaad Palworld. Weinig. Als in, ik speel dan 3 uurtjes of zo en dan een dag niet. En dan weer 2 of 3 uurtjes en dan weer een dag niet of zo, weet je wel. ik denk dat ik nu 8 uurtjes, 9 uurtjes heb gespeeld of zo. Uurtje per dag gemiddeld. Sinds dat die uit is. Ja. Als ik heel wazig ben, klik op het tandwieltje. Klik op de kwaliteit hoger. Dat is het enige wat je kan doen. ga je nog beginnen? Johan. Ik heb het letterlijk net uitgelegd. Als je het vervelend vindt dat ik nog niet ben begonnen. Optief, gast. Het is een livestream. Dan moet je een video kijken. Dan moet je echt een video kijken. Een stream is live. Dan is er een vibe. En die vibe voel ik. Als jij die vibe niet voelt, moet je optieven. Niet vervelend bedoeld. Maar gewoon virtueel optieven. Oh, je laptop was even leeg, dus hoorde het niet. Oh, oké. Nou, ik heb het daar gehaald voor je, alsjeblieft. Geen probleem. Goed, ik ga even kijken hoe ver Don is. Jasper is ready, volgens mij. Yo, Jasper. Yo, yo. 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 Even kijken hoe ver Kaak is. Hallo. Oh, je bent ook al klaar? Gast, ik zit op jullie te wachten, bro. Hoe bedoel je? Sorry, maat. Nou, ook goed. Ietsje. Ik heb alweer gelezen wat we gaan spelen. Ja, leg ja, even ja. uit, bro. Want jij kwam weer met... ja, Kaak, ik heb echt een vette koop game. Jasper doet ook mee. Ik heb een leuke rol voor hem ook. Toen dacht ik, ja, toch lid. Je weet ja. toch, maar... Ja, ja het is zeer lid. NGL. NGL? Not gonna lie. Hoe cool is dat? Yeah. Nou, deze game is een kebabchefs restaurant simulator. Ja, dat had ik al gezien. Ja, dat is dus een game waarin je een kebabchef bent. En je kan dat dus met je vrienden doen. En dan zit je in de keuken te koken met maaltijden. En je moet ook snijden en je moet zelf bakken. Sterker nog, je moet zelfs het eten presenteren op een bepaalde manier. En geven aan de klanten op de manier hoe je het hebt gepresenteerd de eerste keer. Als soort visitekaartje. Bro, wat in de Herman den Blijken hoor ik? Hoe bedoel je presenteren? Hoe ik weet niet. Dat? Bro, ik ben na het uitgaan echt wel eens een kebabje gaan halen hoor. Dat zag eruit als mijn maaginhoud na 4 dagen zuipen. Boeit niemand, bro. Ze hebben toch gewoon honger? Iedereen wil na het zuipen gewoon een kebabje. Hoe bedoel je presenteren, bro? Wat in de Gordon Ramsay hoor ik? Je mag het zelf bepalen. Als jij zegt, oh. Ik wil het gewoon lekker als kots laten uitzien, dan doe je dat, gast. Dan doe je dat. Een echte kapsalon ziet er gewoon verjankt uit, maar smaakt wel lekker, toch? Dan doe je dat, toch? Oh ja, ik hoor je. Okay. Ik hou je niet tegen. Ik ben erg benieuwd, bro. Je zit zeker ook weer in een pakkie, of niet? Nee, ik heb deze keer geen pak. Ik zou inderdaad ik had iets voorbereid, maar ik kon het niet vinden. Ja. Heb jij iets? Ik zie het. Nee, ik heb ook niks. Ik had niks voorbereid en kon het ook niet vinden. Ja, ik had wel iets voorbereid, maar ik kon het niet vinden, man. Dus ik dacht, fuck it. Zo, maar echt, Milan, dit ken jij ook niet, hè? Dus misschien moet ik dit gewoon met Jasper bespreken. Maar Jasper, eerlijk, bro, avondje uitgaan. Chickies, bro. En dan zo'n Turkse pizza, bro. Met hoeren veel knoflook, bro. Ja, hoezo? Ken ik ook niet. Hoezo denk je dat ik dat niet ken? Omdat jij nooit bent uitgegaan, bro. Want jij bent al vanaf je 8e jaar ben jij Milan Knol, bro. Ik weet nog wel dat ik jou leerde kennen. En dat ik zei, bro, kom gewoon een keer met mij mee naar Leidseplein, bro. Ik ken clubs. Niemand geeft een fok dat jij Milan Knol bent daar. Ik zei, nee, maar ik word altijd herkend. Moet altijd op de foto. Ik wil niet mee. zeg dat ik lieg. Nou, wel een beetje. Maar jij dan, Don? Hoe vaak ga jij nu nog uit? Ja, bro, ik heb een vriendin, bro. Denk maar dat ik nog uitkom. Ja. Bro, als ik zeg, joh, ik ga stappen met mijn vrienden, dan kijkt Joelle me aan met een blik van, zo, dat wordt 2 weken er niet bovenop. Nou, dan denk je wel 2 keer na, bro. Als jij weet wat zij met die winterbeen van mij doet, bro, nou, dan maar aan. Oké, okay, nou, hoe join ik? Ja, ik maak nu een server aan. Ja. Even kijken, ik doe wel invite only. Helemaal aan. Zo, geïnvite. En zo, geïnvite. Daar gaan we. Heb je hem binnen? Hey, Alex Jansen, dankjewel voor de 2 euro. Oh, Milan, begin God, nou! Ik moet mijn karakter maken. Thanks, Alex. Bro, ik moet een character maken, ja? Weet ik niet, moet dat? Maar ik kan character alleen male of female. Vind ik niet heel woke.
Gast. Gast. Oké, ik weet niet wat hier gebeurd is, maar... Maar, hoe bedoel je? Mag je? Wil je updaten of denk je nou... Ja. Bij jou gaat het goed, Jasper? Ja, ja. Met jou? Ja, nee, ja, zeker. Ja, heb jij een karakter gemaakt? Ja, ik heb al een karakter gemaakt, ja. Ah, nou, mooi. Dat ging allemaal goed. Hm. Ik, Don niet, geloof ik. Nee, ik wacht even tot hij ready gaat, inderdaad. Hm. Ik weet niet of ik Palworld ooit ga streamen, Joey. Ik zat wel inderdaad te denken inderdaad over een Palworld serie, maar ik heb zoveel zoveel leuke video's nog om te doen. En als ik dan Palworld begin, dan wil ik elke dag zeg maar zo'n aflevering, want anders dan zit je elke keer te wachten en het gaat zo snel. Dus ik twijfel. Ik twijfel. Misschien dat ik het een keer stream. Not sure. Maar het is wel een goede game. Maar goed. Magic Henry, thanks voor de 2 euro superchat. Je bent nog niet in beeld geweest, maar alvast bij deze. Ik ben ready. Dankjewel. Ik kijk op de stream met 85 inch tv, chat op phone. Oh, dat is handig. Ah, damn, 85 bro. Hoe groot ben ik in beeld, gast? Damn. Dan heb ik een heel groot hoofd. Oké, okay. Start. Het gaat niet alleen om kebab. Het gaat ook om meerdere gerechten. Maar goed, daar komen we er wel achter. Ik heb geen idee, man. Ik hoor een telefoon. Sorry? Ik hoor een telefoon. Ik ben gaan inladen. Oh, ja, ik ook. Maar ik hoor wel een telefoon al. Ik zie... Wow, mijn karakter is echt... Als ik nu naar mijn lokale kebabzaak loop, is dit de guy achter de balie, letterlijk. Ik kijk de stream. Dit is hem gewoon. Die guy die ik gemaakt heb, dat is die guy waar ik mijn kapsel wil halen. Nola. Iemand zegt in mijn chat, man is 30 en lacht op een animatiepoppetje waarvan hij de bil groter maakt. Ik hoop dat ik later ook zo ben. Ah, kijk. Ik ben ingeladen, wat jullie? Ja, ik ook. Er gebeurt iets. Ik word wakker of zo? Ja, de telefoon gaat nog steeds. Echt heel vervelend. Dat is mijn vader. Oh. Neem maar even op. Oh, call ended. Wie heeft er door? Heeft iemand door? Oh, oh. Oh, hey! Hey! Hey. Jongens, het is al in een bedje. Is... Bro, waarom de fuck heb je geen kleren aan, bro? Ik weet niet eens hoe ik eruit zie. Hoe kan ik dat zien? Op mijn stream, I guess. Oh ja, holy shit. Oh, bro. Hoe kan ik dat zien? Even kijken. Ik was alweer vergeten. Oh ja, ik was... Ja. Ja, trouwens, jij hebt ook geen kleren aan, gast. Bro, Jasper ziet er ook echt gewoon uit als, zeg maar, de bassist van een rockband, bro. Ja. Je weet toch? Maar wel als een retired one. Ja, maar hoe erg zie ik eruit als een kebab duwt? Eerlijk? Diep in de bak. Ja, klopt. Alleen je broek. Nee, ze hebben altijd zo'n kort broekje aan. En dan ze hebben altijd zo'n tanktop aan, zo'n gore met van die vlekken. Dat je ook weet, oké, deze guy is echt next level kapsalons aan het whippen gewoon. Ik moet mijn geluid zachter, bro. Wacht even. Oké, goed. We hebben hier een prachtig huis. Ja, maar we moeten toch gewoon kebabs flippen? Of kom, we gaan naar buiten, bro. Oh. Ja, we gaan naar buiten. Let's go. We moeten naar onze vader. Het is een simulator, Don. Je moet niet verwachten dat het ineens COD 360... Oh, ik vind het fucking vet, bro. Ik had een soort van bovenaf, zo'n soort 2D. Kijk, dat dingetje boven. Het lijkt me World of Warcraft, bro. Ja, dit is gewoon een mission. Hier, take the restaurant keys. Hoppakee. Oh. Dankjewel, man. Enter de restaurant. Enter. Nou, hier gaan we. Is dit het? Dit is het restaurant. Ziet er minder avatans uit dan ik had verwacht. Kan iemand de licht aan doen? Waar? Ja, thanks. Oh, als die vader nog één keer zegt, sla ik al zijn tanden eruit, bro. Oké, laten we even opruimen, heren. Bro, hoe is dit het restaurant, bro? Zit het fucking... Ah, we zijn net begonnen. Je kan niet meteen beginnen aan de top. We zijn niet allemaal donkaarklein Twitch streamen. Ik ben ook niet begonnen aan de top, bro. Ik heb eerst namelijk 3 jaar lang gefigureerd in een serie waar ik eigenlijk helemaal niet aan mee wou doen, bro. Op iemand zijn kanaal. Maar ga verder. Even kijken, hoe doe je ook alweer schoonmaken op de grond? Oh, hier. Oh ja, zo.
Hoe doe je dat? Hoe heb ik dit eerder door dan jij? Ja, sorry. Is de PD3-stream met Milan nog ergens te bekijken? Staat die op jouw kanaal, Knol? Ja, ja. Ja, Milan Knol 2 op YouTube. Daar staat de P... Klopt. Oké, ik doe even een muurtje maken. Hoppakee. Zo. Zo, die is ook gefixt. Dan moeten we even een vloertje maken. Oké. Zo, dat doen we ook even hier zo. Is het wel wie hier de simulator speelt. Oké. Oké, je kan dus op C drukken en dan wissel je naar edit mode. Hij zat een beetje hard geluid. Zo, heb je hem op C? Heb je op C gedrukt? Druk even op C ja. Dan. Ja, man. Heb je nu een hamer in je hand? Oh ja, ja, ik heb nu een hamer in mijn hand. Ja, nou, dan kun je zien dat dus die tafel kun je dan weghalen door F te drukken. Ja. Zo. Oh. Ja, achter, daar achter je Mac hier. Dat ding ook. Martussen. Wacht even, heb je zojuist... Waarom is dit ineens hier? Waarom staat dit hier? Ja. Wie? Oh, Jasper, waarom de fuck? Trouwens, Jasper, even te storen. Jij moet sowieso even beseffen, jij bent vandaag gewoon de ober, hè, neef? Ja. Little stagiair looking ass boy. Maar deze gaat ook weg. Affentanse teringmeuk. Ja, we hebben nog eentje die is damaged en die hebben we nog niet verkocht. Waar staat die? Waar is dat? Dat is deze. Ik deze. We mogen ook niet meer naar buiten, dus we zitten hier vast. Nog wel, nog wel. Mogen we niet naar buiten? Tablet openen, warehouse. We moeten even twee tafels plaatsen. Voor twee personen laten we dat maar doen. Laten we die even bij het raam neerzetten. Want ik heb geleerd namelijk dat als je mensen bij het raam neerzet... dat er dan meer mensen... dat de mensen denken dat het drukker is in het restaurant. Dus komen ze sneller naar binnen. Dus als jij altijd bij het raam wordt gezet terwijl het restaurant leeg is... dan weet je dat je daar wordt neergezet als marketing tool. Even een leuk weetje. Zo. Igor, you love, bro. We moeten even een knife rack hebben. Nou, dat is deze. Dan kunnen we hier dingetjes gaan snijden. Als we willen. Dan zetten we wel daar neer. En nu moeten we naar de markt toe. Dus nu mogen we naar buiten. Ja, ik weet niet wat Kaak daar doet in de hoek. Bro, ik ben even mijn meid aan het antwoorden, bro. Oh. Hey. Ze stuurt lingeriefoto's, wacht even. Thomas de Boer, dankjewel voor de 3 maanden abonnementje. Dankjewel voor het lid worden, gast. Dankjewel. Zet Kaak even zachter. Oh, is die weer heel hard? Oh, sorry, man. Kijk, sowieso altijd hard, inderdaad. Ik zal even de muziek wat zachter zetten. Oh, die stond al zachter. Oké, ik kom. En nu? Zo beter, chat. En nu moeten we even naar buiten. Want we moeten naar de markt. Nou, zoals je ziet, we hebben rechts een slager. You fine as hell. Oh, ik was mute. Oh, sorry, ik was mute. Ik wilde heel verhaal te vertellen. You fine too. You fine as a motherfucker. Kun je even stoppen met onze klanten? Ja, sorry bro. Mag je zo meteen wel werven? Oeh, she thick as hell. Oké, sorry, wat zei je? Hier rechts hebben we een slager. Oeh, Nicki Minaj looking ass. Wat, sorry? Oh ja. En we hebben hier voor ons is de markt. De Korkmaz Green Grocer. Hoe ren jij ook, hou? Michael Jackson looking ass. Man, die je moonwalk trok, dit. Ik denk dat dit de groenteboer is en daar de markt is. Stop my love! Sit just a girl! Hit me now, I'm the one! And the day is not my son! Oké, wat moeten sorry, we doen? Dat is, je hebt gelijk inderdaad. Dit is de groenteboer. Oké. De Korkmaz. Maar daar moeten we gewoon sla en zo halen voor op de pizza's, toch? Zou je zeggen? Dus pizza's met sla, toch? Ja, bijvoorbeeld. En hier is de markt. Oh ja. Nou, cool. Dan gaan we even zouden ze hier die Surango Ice Tea? Ken jij die Surango Ice Tea van vroeger nog? Die van 30 cent? Nee. Oké. Nou, leuk verhaal. Hier is een doos en die mag je pakken. Ja, ik neem die wel mee. Jasper, uitkijken. Nee, trouwens. Hier, Jasper. Neem mee. Ja, je hebt hem al vast. Overlooking ass boy. Hier, pak op. Nee, ik neem wel mee. Ik ben niet zo denigrerend tegen Jasper. Jasper is gewoon lead singer van een band, hè? Hoe heet die band ook weer? Oh, maar als jij niet de band weet, dan mag je het ook niet eens zeggen. 30 Seconds to Mars, man. Zo, dat is lang geleden. Oké, dan mag je de doos mag je neerzetten hier op het ding. Oh, de muziek doe ik even uit, gast. Hier, op donderen met die muziek. Hier is aan de radio, daar kun je muziek uitzetten als je wil. Heel goed, je kan alles inderdaad neerzetten. Je kan het op een nette manier doen of gewoon inderdaad zoals jij nu doet. Oh, dat gaat er goed zo, bro. Ja.
Dit ging fantastisch. Wow, zet dit gewoon hier. Zet dit gewoon... Ja, doe even in de la. Doe even in de la hier zo anders. Hoe zet je... Nee, bro. Dit moet je gewoon hier zetten, bro. Dat mag ook. Dat mag ook. Nou, zullen we in ieder geval... Deze moeten we eigenlijk hier neerzetten. Want dit is voor het vuur. Dit is voor de... voor de grill. Zo. Dit is een skewer. Die hebben we nog niet nodig. Waar is die andere skewer? Ja, die heeft waarschijnlijk... Je heeft Jasper die in zijn broekzak. Dat als ik een keer tof doe, dat ik gestoken word. Ja, je hebt hem ook nog. Goed. Oké, open het restaurantmenu. Dan gaan we beginnen met grilled beef. Oké. En dan hebben we, als het goed is, kunnen we nu de order kunnen we pinnen. Zien jullie hem ook linksonder staan in het scherm? Of niet? Nee. Fish at the Butcher Shop moeten we doen. Oké. Ja, doe dan eerst even tap. Doe even tap als je wilt. Ja, en grilled beef. En klik dan op pin en dan? Klik op menu. Sleep die... pin. Oh, ja. En dan zie je zo'n slice a ribeye, add salt, grill each side, tomato slice, serve hot. Ja, dat is de volgorde die we moeten doen. Dus dat is wat we nu moeten gaan doen. Ik moet even mijn cam ergens anders kwijt. Want, die muziek moet nu uit, wacht even. Kijk hoor, je moet hem neerzetten. Wat, nog één keer dat deuntje, bro, en ik had alles kapot geslagen hier, echt waar. Oh, ik kan het zo doen. Ik doe het wel zo. Best. Dus we moeten nu naar de butcher shop, oftewel even naar de glagerij. Oh, kijk deze guy, hij heeft zo'n ves op. Vet. Wat is dit? Dat is een ves, bro. Ken je die hoedjes niet? Nee, ik ken dat alleen van het... Nee, toch? No way, bro. Alan Clark kill. Alleen Clark dude. Heet hij toch? Alan? Alleen. Ja, Alan Clark. Nou, allemaal gaan. Nou ja, whatever. Hier, butcher. Slager. Ja. Nou, er ligt weer een doos... of nee, je moet eerst zo'n ribeye kopen. Eentje. Klikken. Kijk, hij heeft zo'n... Zo, deze brillen, bro. In 2018 waren deze brillen het. Wie heeft er allemaal zo'n bril gehad, bro? Dit was een tijdje, droeg iedereen deze bril. In het zwart of in het rood. Wie weet dit nog? Ik pak die box wel. Dat was hoeren sick. Oh, shit, ik heb die box niet gepakt. Iedereen had deze bril, bro. Dat was helemaal vet. 2017 of zo. Heb jij een ribeye gekocht van die man? Kut. Nee, ik heb het per ongeluk verkeerd gedaan. Ik heb de doos niet gepakt. Er zijn aardig lekkere lappies hierop, hè? Shit. Ik heb het fout gedaan. Ik heb nu heel veel aangeklikt. Hoe doe ik het weg? Hier, ik heb hem vast. Ja, maar de tutorial die bugt hiermee. Oh. Want kijk, en nu liggen er heel veel. We hebben nu heel veel beef. Zie je dat voor 1600? En dat is een probleem. Ik weet niet hoe ik mijn winkelwagentje doe. We kunnen ook helemaal niet meer afrekenen. Oh, de Kries, hier zo. Kijk. Oh, nice. Hoe deed je dat? Deze guy moet sowieso schijten, bro. No lie. Kijk, deze guy moet sowieso... Maar dat doet niks. Oh, hij is bugged. Hoe erg moet hij diarree, chat? Ik had het ook in het begin, man. Toen had ik ook al dat hij ging buggen. Fuck, bro. Precies met dit ook. Is hij gebugged? Ja, hij is gebugged. En nu? Tot opnieuw. Oh, nee, het kan weer. Is dat you can do that Will's tutorial? Ja, oh. Ja, het is gelukt. Ja, we hebben er nu wel 4 gekocht, hè? Ja, maar dat is even niet anders. Oh, wacht. Okay. Kut. Rainbow! Ja, wat is er? What the fuck? Wat? Ik weet niet. Wil jij dit anders? Ik chat! Wil jij dat andere vlees meenemen? Ja. Ik kan er maar 1 dragen. Ja, maar dat lopen we even 2 keer. Ik weet niet wat Don is. Oh. Shopping. Oh ja, oké. Zo. Ja. Oh, hij heeft een donatie gekregen. Milan gooit vlees weg. Wat zeg je? Dat we nu de ribeye hebben. Ja, we hebben nu de ribeye inderdaad. Ja, ik moet even die andere even pakken. Nu moeten we naar de grocery toe. Dus hier ook 4 vlezen gewoon op de vensterbank. Milieu, alles, maar goed. Dus nu moeten we naar de... Overkant, denk ik. Denk het, inderdaad. Voor zout en peper? Ja. Oh. 5 keer tomaat. Giet haalt het in maar weer weg, trouwens. Oké, okay, tomaat, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. En dan... Add parsley to the basket. Even kijken. Oh, hier, parsley. Parsley. 5. Ja. Oké, en dan pakken we deze. Toppie. Nice.
Oh, dat gaat goed. Kunnen wij niet een dealtje met hem fixen dat ze dit gewoon komen brengen? Nee, ja. dat is waarom. Dat is waarom Jasper meedoet. Zodat we... Ik hoor je even niet, bro. Wacht even. Oké. Okay. Leuk met hem gamen. Take a ribeye chunk from the shopping box. Ja, dat is deze. En die moeten we dan slicen. Dus ik leg die dan hier op. Mag ik dat doen? Pak ik een mes. En dan... Ja, dat mag je doen, natuurlijk. Nee, ik kan ook even kijken hoe jij het doet. Doe maar. Ik kijk, even kijken. Ja, je mes. En dan doe je zo. En dan tjak, pak, poep, klak, tjak, pak. Kijk even je fikken, bro. Ja, nee, het gaat goed. Kijk, nee, en dan pak ik een slice. Ja. En dan leg ik die hier neer, want dan kan ik even wat salt erop zetten. Nee, dit is peper. Black pepper staat er. Geen salt, hè? Het salt staat er ook. Oh. En er staat het black pepper. Klik, 2, 3. Okay. Take a coal package, dat is deze. Okay. Doen we die in de grill. Oh. Goed opletten, Jasper. Blijven kijken. Je kijkt niet. Waar is de bag? Ik ga het opruimen, dit is jouw werk. Deze bag. En dan doen we die erin. Oké, ja. Ja, en dan doen we hem aansteken. Ja. En dan zet die dingen de fik. Ja, dan hebben we de grill aan. Leggen we de ribeye erop. En nu is hij aan het koken. Oh ja. En als je je muis erop houdt, dan zie je ook precies wanneer die dan zeg maar voor de helft klaar is. Oftewel, dus de onderkant is dan klaar. Ja. En dan kun je met R kun je hem flippen. Dan moet je even wachten tot hij klaar is. Kijk, nu flip. Hoppa. Oh. Mooi, hè? Je moet hem weer terugflippen, denk ik. Want nee, hij nog niet. Ja, ik denk het wel. Je bent hem nu aan het aanbranden. Nee, er staat nu wait for ribeye slice to cook completely. Dit heb je twee kanten. Is goed. Oh. Bij mij kookt hij niet, maar okay, whatever. Oh, okay. Bij mij wel. Oh, gaat veel te hard, bro, of niet? Kijk, nu heb ik hem. En dan moet ik een plaat hebben van de cabinet. Ja. Ja, dankjewel. Wil je, leg maar neer. Ja. Thank you. En dan leg ik zo... Even kijken, kan ik hem nog draaien hoe ik hem... Dat is de verkeerde, die moet... Er nu... Oh, sorry. En dan kan ik hem draaien hoe ik hem wil. Leg ik hem zo neer. Ja. En dan moet ik de side ingredients. Nou, er zit nog hier natuurlijk... ligt wat in. Een tomaatje. Ja. Maar die moeten we eerst snijden. Deze moet even weg. Dus dan gaan we de tomaatje even snijden. Of moet ik een tomaat er normaal op? Nee, ik denk dat een tomaat er normaal op moet. Hoe bedoel je er normaal op, bro? Je doet er niet een hele tomaat erop. Het achterlijke. Natuurlijk moet je de tomaat snijden. Oké, dan doen we het snijden. Nee, doe maar eraf. Oké, we doen het hoe jij het wil. Is goed. Iemand in de chat zegt, looks raw to me, guy. Oké, en dan pakken we de parsley inderdaad. Dan gaan we die ook even snijden. Ik ga het voor je fikken, bro. Oh nee, take peace. Hoef je niet te snijden. En leggen we die hier neer, denk ik. Ja. Maar dit is hoeren rauw, bro. Nee, bij mij is het gewoon gebakken. Bij mij is die ook helemaal rauw. Bij mij is het gebakken. Dus daar gaat het om. Oké. En dan mag je het zo meenemen. En dan mag je het hier soort van... Ik hoor je niet. Maar oké, ja. Dan mag je het hier presenteren. Dus dan doen we surf. Ja, en dan laten we zien hoe het is. Nou, cool. Heat is 60%. Vet. En dan is dit dus het gerecht wat we presenteren nu. Oké, dus dit moeten we nu altijd zo maken. Huh. Ja. Kijk, die ouwe vindt het fucking lekker. Kijk dit, vader Abraham. Huh. Kijk hem. Ja, de vader vindt het lekker, ja. Kijk, hij gaat lekker chappen. Armpje omhoog. Hij is tand toe blij. Kijk dan. Hij loopt gewoon in rauwe bier, bro. Als dit geen salmonella infectie wordt, bro. Ja, bij mij is hij gewoon gebakken, bro. Dus je moet zo... Oké, maar nu is het een ding. Nou. Nu hebben we Jasper natuurlijk nodig. Want ja. Jasper, die... Die mag, ballen, dude. Mag nu zeg maar dat geld pakken. En die kan dan afwassen. Ja, afwasboy Jasper. Loser! Sukkel! Ik heb wel het geld in mijn zak, ouwe. Dat heb ik niet. Maar wacht even. Hoe hebben wij net 800 ballen betaald voor 3 ribeyes? En hebben we $10 gevraagd voor 1 ribeye? Leg even uit. Nee, 100 of zo kregen we terug, toch? Nee, dit was 10, toch? Nou, weet ik ook niet, gast. Dat weet ik niet, bro, boeit. Oké, we moeten weer even... Ja, die sign flippen. Sign to open de restaurant. Ja. En nu zijn we voor het eerst open. En kunnen we klanten ontvangen? Ja, 6 tot 8 mensen komen er langs vandaag, jongens. Kijk! Ja. Mootje! Ik ga even vlees erop leggen. Oh, wacht. Jij wil een grill dingetje, hè? Mootje, ga maar lekker zitten. Komt goed. Ben ik nou aan het... Ik ga er gewoon uit dat die... Uh-huh. Ja, hey Angelica. Welkom. Ga lekker zitten. Je hebt een hele gare weekbroodje, mevrouw. Ga maar lekker zitten. Wil je niet helpen koken, Karel? Of wil je mensen ontvangen? Je hoeft niet nee, ik ontvang koken, wel. Maat. Ik ben de hostess. Hij heeft al eten. Ze pakken dat. Oh, echt? Ja. Dus je maakt dat 1 keer en dan eten ze dat. Oh. Dat had ik niet verwacht. Nee, dat was lekker, hè, neef? Oké, dan. Gewoon niet gek. Hij heeft zijn vinger omhoog. Ik ben even aan het afwassen, nou. Iemand heeft zijn vinger omhoog.
Oh, meneer, ja? Oh, de rekening. Ja, geef het geld maar aan mij. Hé, hey, was het lekker, schat? Nee, is toch goed? Nou, dit gaat goed. Ja, dit gaat top. Nou, ik weet niet waarom ik dan... Ik heb nu gewoon nog 2 gegrild. Voor wat? Voor niks. Maar ik heb in mijn leven alleen Jaap van de Gouden Kooi zo snel zien eten, hoor. Kijk dit, hoe is dit een restaurant, bro? Het is gewoon een soort takeaway service. Je hoeft er niets meer te doen. Nee. Even een rechtje maken aan het begin. Ah, ik dacht, maar dan. We moeten elke keer het gewoon maken. Oh, maar Nisha zei dat ze het... Oh, de plaat is niet goed, of niet? Het moet denk ik op een vierkante plate nu. Of niet? Ja, dag. Oh. Kijk, zij vraagt vierkant. Oh ja, zij wil een vierkante plate. Nou, oh, pak maar een vierkante. Ik heb hier het vlees al klaar. Hebben wij vierkante borden? Oh ja, hier. Ja. Kun je die op de hoek leggen? Ik heb hier het vlees al klaar. Ja, ja, hier. En dan snij ik even een tomaatje. Ja, je moet even wachten. Ja? Maar ik doe weer even, we zijn weer dicht. Hier, tomaatje, vleesje. We zijn weer dicht. Waarom? Ja, omdat het hij is gaat, klaar. Ding, ding, ding. Nee, we zijn weer open. Ja, hij is klaar. Geef hem maar snel aan die mevrouw. Verse kroketten! Ja, hoe geef ik hem aan die mevrouw dan? Ik denk hier, dat je hem dan moet surfen in dat ding. Moet ik hem erin doen? Dit werkt, dit werkt. Oh, ja, kijk goed, nou. Goed, ja, goed. Gebakken. Ik had alleen geen... Kebabies, rauwe steaks. 2 voor 5 euro. Oh, dit gaat goed, bro. Dit doen ze op de markt ook altijd. Zij level up. Dat bedoel ik. Ik heb alleen vergeten zout en peper. Dit zat die guys op de markt altijd, chat. 2 voor 5 euro. Ja. Dat ik altijd denk, dude, als je het gewoon normaal zegt, hoor ik je ook. Je weet toch? 2 halen, 1 betalen. En voor de kleine man een stukje kaas. Kom maar binnen. Ja, klopt. Loop storm, gast. Er moesten ook 2 parsley pieces, zie ik. Iedereen is tand toe blij, bro. Sorry. Kijk net. Maak even een nieuwe. Rustig aan, hè, dames. Yo, Snorro. Hoe is het? Ga lekker zitten, welk bord hebben we nog niet gehad, Jasper? Ga lekker zitten. Ja, we hebben die ovale gehad. Die rechtsboven en dan helemaal linksonder. Dus die andere hebben we allemaal nog niet gehad. Hollandse aardbeien! 3 voor 7,50! We hebben geen aardbeien, bro. Altijd die kut aardbeien, bro. Ik hoef je fucking aardbeien niet. What up, Lady Gaga. Ga lekker zitten, gast. Fokt op kapsel wel. Mevrouw, moet heel eerlijk zijn. Ik weet niet waar u shopt, maar... Tyfus homo, stik in je huig, zegt iemand. Zo, okay. Heftig. Hoe kan je stikken in je huig, bro? Je huig zit hier. Hoe kan je daarin stikken? Leg even uit. Doe eens even unbannen. Hij moet even uitleggen hoe ik dat doe. Doe maar even unbannen, mag je hem even uitleggen hoe ik dat doe? En daarna krijgt hij een ban. Livestream watcher, leg even uit. Stik in je huig, hoe werkt dat? Leg even uit. Oh, iemand in de chat die zegt ook dat je al het vlees en groente in de koelkast moet doen. Anders dan gaat het natuurlijk rotten. Oh, ja, dat is toch logisch? Ja, logisch. We spelen dit met z'n allen. Knoflooksaus, 2 voor 5. Ik spuit het zo in je mond. Kom maar binnen. Gaat goed, gast. Loopt storm. Ja, goed zo, man. Ik denk dat het wel werkt wat jij zegt, inderdaad. Even zo, man. Nou, ben maar. Oh, ik vroeg gewoon hem uitleg, bro. Kutkind. Nou. Oké, het is opgeruimd nu ook. Mooie hoed, meneer. Heeft u trekkende kebabje? Kom maar binnen, hoor. Meneer met baard. Doe even gebakken vlees naast het rauw vlees. Dat is niet wat je loop wat je naar moet binnen. Doen, haal me naar hoor. Noem naar binnen. Jelle ziet. Je trekt een pizza? Kom maar. Ik doe de deur voor je open. Ga maar naar binnen. Kom maar. Ga maar naar binnen. Lopen. Ga maar naar binnen. Waarom moeten die skewers hier zo? Ga maar binnen, hoor. Loop. Niet. Wat is dat huisding? Day is over. Clean up and close the restaurant to finish the day. Okay. Ik heb het al gedaan. Nee, je doet het nu wel open. Nee, hij is nu closed. Want ik kijk buiten en dan is hij closed. Hey, wil een van jullie anders even een bord maken voor de voordeur? Want dat kan, hè? Als je op tap drukt. Zal ik dat even doen? Top, warehouse en dan signboard. Yeah. En dan kan je gewoon even een bord maken. Oh ja. Oh. Oh ja. Ik zie niet waar. Zo, hier is signboard. Oh ja. Oké, nou, dan ga jij maar dat even lekker doen, Don. Voor 100 heb jij een bord gemaakt nu. Kijk nou. Je hebt gewoon... Kijk nou. Is dit het? Kijk hierboven. Dat rode kebabse ding. Je kan alles maken met letters en namen en jij doet dit. Ja, het is wel duidelijk. Het is wel een statement piece. Ja, mevrouw, wat vindt u hiervan? Hé. Hey. Wat vindt u van deze... Ja, kan het toch wel gewoon een naam geven? Ons namen. Restaurant. Psst. Hoe... Kabab. Kabab. Goed, zullen we slapen? Want die gaat helemaal nergens heen. Helemaal vocht opgespeld. Hoe haal ik het? Oké. Oh ja, we wonen ook met z'n 3 in huis met 1 bed. Dit is top, gast. Klopt. Zo,
Stel je toko eet hoeren lekkere kebab. Dat is toch top? Ja, maar we hebben hoeren veel ingekocht, bro. Dat is toch logisch? Ja. Oké, okay, we hebben nieuwe recepten, dus laten we die even gaan checken in... Hoe slapen wij met z'n drie volwassen mannen, één van wie er nooit... Kijk hoe goed je komt aanlopen. Hoeren lekkere kebab. dat wil je toch? Oké, okay, wat is hier gebeurd? Ja, die sign moet wel weg, bro, die signboard. Deze. Hoe haal ik het weg? Wacht. Wow. Gourmet zijn de food judges. Oh, die gaan oordelen of jij iets goed kan of niet. Juan die gaat eerst checken. Dus een kebabchef en hij gaat Juan checken. Heel logisch. Oké, we moeten dus nu eerst een gerecht maken voor de dag. En het moet op een vierkant bord, de grilled beef. Oké. Okay. Ik heb hem in het menu gesleept. Ik weet niet of je dat ziet. Menu. Ja, dat zie ik. Ik pin hem even vast. Zo te zien op het plaatje. Zou ik niet even een citroentje kopen of zo, dat er ook bij kan? Ja, een aardappeltje zie ik ook. Ja, dat kan wel. Ik zie niet dat het erbij hoeft hier zo bij deze preparation. Maar we hebben nieuwe recepten. Hè? We kunnen ook een nieuwe doen. Kijk, hier we hebben chicken breast. Zullen we die toevoegen? Die zag ik er niet tussen staan. En nu wel. Als je nu naar menu gaat. Ja. Gewoon tap en dan menu. Oh, ja. Dan zie je chicken breast. Oh, dan kunnen we kunnen twee menus doen. Want we kunnen drie op een dag doen. Oh. Kan jij dat aan? Als Kaak helpt. Als... Ik ben even het uiterlijk aan het fixen nog. Okay. Ik ga dan een kip kopen. Ja, dan ga ik even een grilled beef beginnen. Even kijken. Ik moet eerst even dat vuur aanflikkeren. Oh nee, eerst deze trouwens. Whatever. Die. Hoppakee. Kijk eens. Ah, dankjewel man. Zo, kippetje. Even wat groentjes kopen. Zo. Maar ik begin denk ik met de grilled beef. Maar deze is nu koud, hè? Ja, deze is koud. Kun je die even hierop leggen? Even een beetje warm worden. Het is een soort magnetronmaaltijd nu eigenlijk, dit. Is die doos opeens weg? Ja, hij is weer heet. Prima, best. Even kijken. Wat voor bord zei je ook alweer? Wat voor bord? Vierkant. Voor het vlees vierkant. Oké. Vierkant vlees. Hier even eentje van hebben. Tomaatje moet ik hebben. Zo. Jasper staat zacht. Nou, dan gaan we Jasper iets harder zetten. Hij staat al op 160, dus hij kan niet echt veel harder. Kijk eens. Groentes. Ja, Knol. Ja? Kom even naar buiten, bro. Ik heb gerebrand. Is goed. Ik ben bijna klaar. Laat me even weten wat je vindt. Kom maar even, jongen. Kom maar. Ik heb helemaal gerebrand, bro. Ik heb zich mijn best gedaan. Ja, ik kom eraan. Ik ben aan het kopen, de shop is toch nog dicht, bro. Er komt niemand nu kebab eten, want die shit is dicht. Dit is letterlijk het punt van de game. Oké. Okay. En het vlees wordt koud nu, dus ik moet even opschieten. Wat zat er nog meer bij? Salt en pepper. Barma papa in plaats van barma papa. Zo. Dit is hem geworden. Oké, okay, Knol, Jasper, kom even kijken. Hij is klaar, Jasper. Kom even kijken met z'n tweeën, jongen. Ik heb gerebrand. Nice. Wat is dit? De grilled beef? Ja, dit is de grilled beef, ja. Oké, dan moeten we zo nog de kip maken. Zo! Nou. Oh, ik mis twee ingrediënten. Ik had het er wel overheen gedaan. Nou ja, whatever. Goed, rebranding. Bordeel de lange pijp. Want? Weet je überhaupt wat een bordeel is of niet? Daar koop je borden? Servies? Een bordeel is een hoerenhuis, bro. Dus eigenlijk is de naam nog steeds hetzelfde. Eigenlijk heb je niks veranderd. Maar waar staat de lange pijp voor dan? Bro, hoerenhuis de lange pijp. Snap je? De lange pijp staat dan voor lange penis. Bordeel de lange pijp. Dat is toch hilarisch? Nee? Niet grappig? Bij een kebabzaak snap ik niet helemaal de connectie. Waarom verliezen we geld? Omdat hij shit aan het kopen is. Oké, ik verander de naam wel gewoon naar iets wat ermee te maken heeft, ja? Oké, dank je. Ja, want anders is het ook wel verwarrend voor de klanten die hier komen, hè? Mooi, Jasper.
De muur is roze. Nou, goed. Het gaat fantastisch, dit avontuur. Mijn vuur is alweer uit. Kun jij kindling halen, Jasper? Wil je dat doen voor mij? Dat heb ik al gehaald. Hier zo in deze zak. Oh, dat zit hierin. Ik ben voorbereid op alles. Ik heb weer gerebrand. Kom eens. Ik heb voor de laatste keer gerebrand. Oh ja, ik zie hem. Oké, okay, hier. Thanks, kom man. Even kijken. Ik heb even gerebrand opnieuw. Ja, oké. Okay. Als het nu weer kut is, dan ben ik er klaar mee, hè? Nee, dit is goed. Oh my god, dit is zo... In plaats van dunner kebab, knoller kebab. Maar dat vind ik ook niet leuk, want het is namelijk iets van ons samen. Het is wel heel lief. Het gebaar is lief. Oké. Okay. Maar we doen het samen, toch? Ja. Ja. Goed, even kijken hoe dat andere gerecht ook alweer gaat. Menu... Chicken breast. Oké, okay, we beginnen met... Nou, eigenlijk, dit moet jij eigenlijk doen, Don. Eigenlijk moet jij dit gerecht even maken. Ik ben klaar. Huh. Reageer op kebab. Ja, goeie. Ja? Ja. Waarom verliezen wij weer geld? Wat gebeurt er nu weer? Omdat elke keer als wij niet kijken, is Jasper hoerenhard aan het spenden. Ja. Kappen, bro. Je lijkt mijn vriendin wel. Stop. Hebben we een kapstok of zo? Wat ja, is er nieuw? Ja, en twee airco's. Maar hoe? Wacht even. Oh, hoe, wie heeft dit behang uitgekozen, bro? Dit shit is atrocious, my guy. Ja, Jasper, die heeft een prachtige behang besteld. Bro, het is fucking lelijk, bro. Wat wil je dan? Bro, het ziet eruit als een slaapkamer van een meisje van 4. Wat wil je dan? Ja, maar dan is het nog raarder als je bordeel op de rand hebt. Ja. Trio kebab. Dat is een goede naam. Ik kan dat niet kopiëren. Trio kebab? Ragrenup. Probeer jij gewoon de Turkse O, hoe zeg je dat? Met die puntjes erop, ik weet niet hoe dat heet. Dit is ongelooflijk. Wat goed. De sneeuwwitje en de 99 kebabjes? Ja. Hoezo past dit ook gewoon? Wacht, ik heb een hele goeie in de chat. Wacht, ik heb echt een hele goeie. Hier. Oh. Duur omstandigheden. En dat past dat ook nog. Chat. Ja, dit wordt hem. Door omstandigheden. Ja. Dit is top. Restaurant nou. Door omstandigheden is geopend. Oké. Okay. Dat is een goeie. Shout-out aan Jonas, man. Of ik weet niet wie het zei als eerst. Oké, okay, Kaak, luister. Goed. Jij mag de kip snijden. Okay. Ja, ik snij de kip. Ik volg het even als volgt. Gast. Ja, bro, kap even met het hele bedrijfsbudget eruit janken. Voor één uur van boven. Wat is dit voor mortuariumhout, bro? Ja, wat zie ik, bro? Bro, de binnenkant, het ziet eruit als de binnenkant van een lijkenkist, bro. Wat ben je allemaal aan het doen, bro? Laat mij de designs gewoon doen. Man, bro. Echt, jongen. Het ziet er toch niet uit? Het is echt het lelijkste wat ik ooit heb gezien. Oh, man. Oké, goed. Nou. Het is iemand die bij chat zit gewoon een binnenhuis te schutten. Dat is kut. Het is echt. We hebben het verkeerd gedaan. Don, we moeten weer opnieuw. Nou, wacht even. Zal ik maar gewoon even beginnen met... Heb je outdoors geklikt of zo? Nee. Salt. Oh, kut. 1, 2, 3. Hoe kom ik bij indoors dan? Warehouse. En dan? Chili pepper. Services. Oh ja, services. 3. Grill each side, oké. Okay. Het moet een beetje sprekend zijn, bro. Een beetje sprekend, oké. Okay. Nee, laat mij maar. Wat is een skewer? Wat moet je daarmee? Wat moet je met een skewer? Wat doe je daarmee? Ik weet niet wat een skewer is. Ik ook niet. Wat? Oh, dit is een skewer. Die erin liggen. Ja, kijk, maar ik weet niet wat het doet.
Ja, je kan hem denk ik doorspiezen, dat kippie. En dan kan je hem er zo op leggen, snap je? Kijk, dan leg je hem er zo op als je hem doorspiest hebt. Hoerenchic. Kijk dit. Kijk hoe chic dit is. Ja. Geen idee. Kijk, Jasper. Dit is hoe je interieur designt, bro. Fucking chic. Dat rooie, dat straalt klasse uit. Hoerigheid. Heerlijk, bro. Ja, we hebben nu alleen geen geld meer voor tafels. Maar goed. Staan toch twee tafels? Er kunnen toch twee... Er kunnen vier man zitten hier, bro. Ja, er komen 9 mensen vandaag. We kunnen wel tafels meer gebruiken, maar goed. voor de hele lange pijp. Nu is het wel weer een bordeel, ja. Moet ik wel... Ja. Seksclub door omstandigheden. Goed, ik gooi nog een keer het vuur aan. Kap nou, kap. Zo. 5 sterren kebabrestaurant, bro. Herman, dan blijken... Ga jij eens wat doen, bro. Je staat hier alleen maar stil met je dikke pants. Ik ben aan het winkelen. Als je nou een keertje loopt, ja, dan gaat er misschien nog wat van die pants af. Een ronde pleet, Jasper. Zo eentje. Denk ik. Zullen we anders open gaan of niet? Want we zijn al de hele dag nog dicht. Niet, nog niet. Waarom gaat het vuur uit? We gaan niet open, bro. We moeten toch open? Ja, daar heb je al iemand. Godver, gelijk een zwerver binnen. Ja, die willen kippie, wat we nog niet hebben. Ronde pleetje. Ja, maar waarom gaat het... kip? Nee, maar het vuur gaat uit. We gaan dicht. Doe het weer aan dan. Ja, maar ik weet niet hoe. Hier kool erin. Hop. Op mieteren. Maar ik heb geen kindling meer. Hij gaat gewoon naar binnen, bro. Die zit zo dicht. Halen, niet. Don, ga hout halen. Waar? Links om de hoek. Ik trek het wel uit het bosje. Dat is rechts. Snel, links af, Don. Oké, links. Ik ga al... Kindling heet het. Kindling? Ja, kindling. Ik weet het ook niet. Even kijken. Grill, red pepper, green pepper, potato. Potato. Bordeel in de natte kelder. Okay, sorry, boys. Ik ben er. Hier je kindling, links. Yes, perfect. Deze gasten lopen ook richting de keuken, bro. De hele tijd, ze gaan ook niet zitten, ze blijven gewoon staan. Imagine dat dit is hoe je in de winkel gaat. Dat je gewoon zo in het midden van de winkel gaat staan. Hij is gebeurd nu, man. Heb jij hem aangeklikt? Meneer, bent u akoestisch? Ja, ik zie een aansteker vliegen nu. Oh, nu staat hij aan. Oké, nu staat hij aan. Staat echt in de fik, draai jij de vlees om? Ja. Even kijken. Wanneer? Als je op de helft is. Er is al een klant boos weg. Er is al een klant boos weg. Ja, boeit me. Waarom hebben we opengezet ook? Waarom waren we niet klaar? Ja, ik dacht, weet ik veel. Potato slice moet je ook grillen. Zo. Maar die moet ik ook nog even seasonen. Zal ik even dicht gaan? Ja, graag. Red pepper. We hebben geen red pepper. En ook geen green pepper. Jawel, die heb ik ook gehaald. Nee. Hier zo, hierin, jawel, in deze doos. Ik heb alles voorbereid. Ach, jeetje, ik zie het. Wat heb je dat goed gedaan, gast? Moet ik dit ook snijden? Je denkt het wel, hè? Hoppakee, green pepper gesnijd. Dat is een groene peper. Ja, dat heb ik ook nodig. En een red pepper. Jasper, je hebt hem weer opengezet, lamlul. Dat is niet waar. Wel, jongen. Hier. Had jij hem dichtgezet? Ja, bro, maar... Oh. Okay. Nou, dat gaat toch goed hier, hè? Is lekker, hè? Is lekker, hè, neef? Lekker, hè? Hier, even dik. Hier, lekker, hè? Waar is het vlees? Chop het. Wat zeg jij? Oh, hier. Oké. Okay. Ja, het vlees is overkookt, sukkel. Je had 1 taakhaak. 1. Wow, relax, kijk, hij is veel te rood geworden. Ja, jongens, ik heb weer Milan die weer schreeuwt. Bro. Ik moet het afwassen, bro. Moet ik hem erin doen? Ja, hij is klaar. Ja, dat is hem. Kan hier, money. Bam, $120, gast. Kan er niet in. Ja, omdat die chick in de weg staat. Ga eens aan de kant, Britney Spears. Nee, het is gewoon alleen maar grilled beef. Oh ja, die kunnen we gemoven. Kijk. Oh, kijk. Chicken breast, sir. Oh, Hamen. Zo, prima. Ja, toch? Oh, mis wel. Het hoogste wat... Oh. Hoorde ik nou het hoogste? Hoorde ik dat nou goed? Hier, kijk hoe tering blij ze is. Hier, ze loopt helemaal te vispumpen. Like Jordy Shore wel. Oké, sick. Afwassen, cool. Wash. Ik sta even te kijken of deze mevrouw het lekker vindt, knol. Ja, dat ze dat al waardeert. Ja, u bent klaar. Er staat iemand voor mijn deur, man. Fuck. Ze wijst wel omhoog. Ik weet niet wat ze bedoelt daarmee. Ze zwaait ook nu naar kaak van. Ja. Yo, Schreuder 007, dankjewel voor het lid worden. Dankjewel, Schreuder. Ook dankjewel voor de 2 euro, Schreuder. Knoller Kaakbab. Dat is ook wel een leuke, maar dan missen we wel Jasper. Dus, maar het is wel een leuke. Dankjewel voor je superchat, Schreuder. Thanks, man. We doen echt wel heel veel dingen fout, merk ik. En de chat probeert ons elke keer te helpen, zie ik. Maar goed, niet meer een probleem. Zo, kool toevoegen. Er zweeft ook een aansteker. Er zijn een beetje bugs. Moet ik nog wat maken? Nee, of we zijn closed trouwens. Waarom zijn we closed?
Omdat we paniek hadden. Nou. De vloer was hier vies. De vloer is hier ook vies. No knol. Ja? Zet even mijn stream aan. Ja, die is aan. Hé, hey, wat heb je besteld? Kebab, graf. Je hebt gewoon een kebabje besteld. Lekker, man. Heerlijk. En, hoe heet zo'n ding? Turks pizza is dat. Is knollerkaakbab niet wat? Ik krijg al suggestie knollerkaakbab. Sorry? Knollerkaakbab. Oh, er moet een rib. We hebben rib nodig. Oh, maar weer, waarom? Ja, omdat hij dat wil. Deze man wil dat. Nou, gaan we dat doen. Oh, ik moet ze nog seasonen. Shit. Valt, 1, 2, 3. Oh, wacht, ik even kijken hoe het ook weer moest. Grilled. Grill tomato. Salt. Deze man die... Ja, salt. Pepper. Zo. Die kan erop. Ik moet tomaat moet ik ook grillen. Dat wist ik helemaal niet. Wat voor bord? Moet jij even het bord pakken, Jasper? Ik weet niet wat voor bord... Vierkant bord. Een vierkant bord? Ja. Oké. Okay. Kijk, een parsley pieces. Even kijken, dan moeten we deze hebben. Maar hij is al weg, hoor. Die ene guy. Oh. Hij gaat nu weg. Die is nu klaar. Deze. Oh, maar deze de volgende wil het ook, dus. Oké. Okay. Het is bijna klaar. Serve hot, dat was het. Ja, man, ik heb het helemaal goed gedaan. We kunnen nog iets erbij doen. Qua aardappels, maar het hoeft niet. Hij is klaar. Kan je die andere eruit halen dan? Oh, wacht, hoeft niet. Nu opeens niet. Wow, dit is bijna perfect! Bro. Wie is hier de kok? Met K.O.K. Goed, boy. Ben van het eten. Milan Kokknol. Hey. Damn, bro. Wat nou hoogste score? Dat was de hoogste score, gast. Hier. Zo, huh? Die gooien gewoon. Ja, joh. Een soort Griek ben ik. Ja, zonder dat ze kapot gaan. Oké, deze over. Dus clean up. Ik ben aan het wassen. Hoppa. Oh. Afwassen. Zo. Miyaka kebab, een idee? Miyaka kebab. Is dat een goede naam? Miyaka. Van Milan Jasper Kaak. Nou, nah. Is een beetje te makkelijk gevonden, denk ik. Miyaka. Klinkt ook niet echt Turks. Miyaka. Toch? Klinkt meer Japans. Bro, mijn hele chat ging stuk, bro. Ik kom binnen, ik begin ineens Turkse pizza te eten. Zo goed. Thanks voor de 2 euro superchat, Magic Henry. We hebben toch nu een naam? Ja, we hebben een naam. Ja. Nee, oké. Okay, maar mensen willen gewoon nog steeds suggesties hebben of zo. Ik weet het niet. Dat is prima. En anders een naam via AI genereren. Ja, scheur, dat kan inderdaad wel, ja. Oh, hier moeten we zijn. En damn. Anders toch een naam via AI genereren, haha. Maar door omstandigheden is wel een goede naam. Hebben we winst, ja? Oh, nee. Nee. Waarom zou dat komen? Misschien iets met rood, denk ik. Ja, bro, hij behangt het 9 keer. Ik doe het 1 keer en is mijn schuld. Ik bedoel de categorie rood gewoon. Ik bedoel... Oh, ja. Jullie waren beide aan het kopen. Het is een prima naam. Door omstandigheden. Is echt wel een goede naam. Het is meteen duidelijk dat we Doorum verkopen. Toch, dus ja. Het leek net of je nagels aan het veilen was. Goed. Dat was niet. Create a menu. Ja. Ja. Oké. Okay. We kunnen chicken breast of grilled beef doen. Weer. Allebei? Of wil je er één doen? Laten we eentje doen. Welke het meeste geld oplevert. Dat is chicken breast. Dan moet die wel perfect worden gemaakt. Oké, okay, chicken breast. Ik ga onwijs mijn best doen voor ja, chicken breast. Heb je hem gepind, dat je weet hoe het moet? Ja. Ik heb hem naast me staan. Ik ga nu een chicken breast maken. Alle boodschappen liggen in de koelkast. Ja. Even kijken. Chicken breast moet ik gewoon zo doen en dan erop. Oeh, dat heb je mooi neergelegd, zeg.
Ja. Red pepper, green pepper. En een potato. Die moeten we denk ik wel even snijden. Zo. Deze moeten we flippen. Dit gaat goed, dit gaat goed. En dan moet een plate. Wil je even kijken welke plate? Want ik weet nooit welke plate. Een ronde. Ik pak hem. Als jij hem pakt, dan gooi ik hem er zo op. Zo. Deze is klaar. Oh. Ja, dank je. Die moet eraf. Hop. Die moet eraf. Hop. Die moet eraf. Even een beetje mooi maken. Ah, ik ben terug van de lunch, boys. Ik ben weer in full effect. Let's go. Zoiets, denk ik. Ja. Oeh, dat ziet er goed uit, bro. Neem maar mee. Ja. De ingrediënten waren niet helemaal goed. Oh, salt en chili pepper. Ik moest er nog seasonen. Bro. Maar we zijn ver gekomen. Nu is het van die droge kutzooi. Ja, maar... Ja. Hij mag open, hoor. Ja. Oh, hij is open. Nice. Vuur moeten we even aanhouden. Best wel een rustige kookgame, dit. Ja, ik dacht ook dat het hectischer zou zijn. Maar het is echt best wel... Je kan het best wel hectisch, maar ik denk dat het op een gegeven moment de hogere levels wordt het wel hectisch, hoor. Oh, even boenen hier. Meneer, hoe is die flauwe kutkip? Ja. Ik zie ook nog geen kebab. Oh, jij wil hier, tomatenkebab. Nou, hij vindt het wel lekker, maar een beetje zo... Ja, ik neem gelijk je borst. Ja. Bo, Milan, stel je komt in een restaurant en de ober staat gewoon naast je te wachten tot je klaar bent met eten. Dat is zo naar... Jasper en ik staan hier als een soort van twee bodyguards te wachten tot hij zijn bordje leeg hebt. Hij heeft het laatste hap nog niet op en trekt het ding onder zijn neus weg. Top. Maar waarom zie ik me nu één van de drie en kunnen we maar één kiezen? Lekker, hè, neef? Jasper, kom maar. Hij is wel bijna klaar met eten. Oh, ja, ja. Hoe werkt dat? Lekker eten, hè? Perks. Even kijken. Is het lekker, meneer? Oh, updates. Ja. Ja. Betalen. Man zit te campen bij die tafel. Bank. Oh, we kunnen altijd nog geld lenen, gelukkig. Oké. Okay. Geld lenen? Nee. Geld lenen kost geld. Oh. Hoor ik altijd op de reclames. Het verschil. We moeten nog twee grilled beef serven. En dan wordt Juan heel gelukkig. En nog vier tomatensoep. Oh, maar dus dat hebben we straks niet op het menu nu. Nee, klopt. Maar dat kan de volgende keer wel. Moet ik even inkopen doen? Oh, we kunnen ook staf in huren. En die was dan de afwas. Doet de afwas. Hebben jullie wel gezien dat als je op... Oh, je moet een nieuwe kip maken. Kipsop. Kip? Oh, is op? Ja. Hoe doe je, is op? Ja, zoals ik zeg. Er kunnen maar 5 borden of zo worden gegeten van die shit. Oh. Is er nog genoeg kip? Moet ik even kip kopen bij het slager? Ja, er moet even kip gehaald worden inderdaad. Graag, thanks. Oké, dan gaan we nu dicht. Sorry mensen. Ja, bro. Wat voor kut restaurant zijn we, bro? Gelijk dicht. Oh, kut. Ik moest seasonen. Black pepper, denk ik. Zo, dit is het snelst hoe ik ooit... Bro, ik ren die winkel in. Kip, ik reken af. Ik ren winkel uit, bro. Kijk hier, speed delivery kip. Oh, thanks. Mag ik ook het juiste bord? Ja, komt eraan. Dank je. Meneer, even rustig doen met je gekke kapsel. Fitness gym, wie denk je dat je bent, joh? Ja, ga toch weg? Sukkel. Wie heeft die overloop gedaan? Heb je die overloop gedaan met de heggenschaar of zo? Dat zie ik. Iemand in mijn chat zegt huur strippers in. Ik weet niet of dat kan. Ik wil er wel van kijken. Zo. Oh, dit is een leuke ruimte, ja. Hebben jullie hier al gekeken? We hebben een... Wat moet ik er nog meer bij doen? Dit is een soort isoleercel, hoor. Kijk dan, Knol, we hebben een isoleercel. Ja, wacht even. Ik ben aan het koken. Dat is het doel van de game. Maar stel, een klant doet tof. Zet je hem hier gewoon 4 dagen neer. Iemand zegt Turk stoombad. Ik hoef niet... Afwerkhok. Ik hoef niet te slicen. Of te bakken. Kunnen we hier iets neerzetten? Nog. Oeh, goed, wow. Knol. Chili pepper vergeten. Klutje mut. Klutje mut. Wat betekent klutje mut? Weet ik veel. Wat is dit, gast? Ja, het is echt heel gezellig hier. Wacht. Welkom bij Saw 6. Vandaag is jullie challenge om 100 dagen opgesloten te zitten in deze kamer. Oh nee.
Ik zat wel te wachten op een respons van. Ja. Ook! Nee, haal ons eruit, help! En dan deed ik. Ik kan hem niet rood eten, bro, dit ding. Wat rood eten? Wat? Ik denk dat hier een toilet moet. Nee, meen je? Dat zal wel een toilet moeten, ja. Zo, voorbij vullen. Mevrouw heeft wat gekocht. Ik hoorde afwas, oké. Okay. Ja. Ja, dat... Waarom ben ik dat niet? Jasper, blijf van die borden af. Schrobbel, ja, wat denk je dat ik aan doen met, bro? Hij is blij. Kijk hoe het geserveerd is ook. Ziet er niet uit, gast. Dit stukje kip, wow, als hij geen salmonella krijgt, ben ik... ja, waarom heb ik het gebakken en pakt hij het en is het ineens rauw? Oké, okay. Het is klaar, man. We mogen throw. Kut, mis. Oké, okay, Ik moet even schoonmaken. Is genoeg zo, bro. Die weer terug. Zo, moeten we weer naar huis. Deze voor, deze over. Ik had verwacht dat er meer klanten sneller dat het ging, zeg maar. Skip. Hebben we nu winst gemaakt? Ja hoor, de eerste dag. Is goed, Kembo. We hebben voor de eerst winst gemaakt, man. Hebben we winst gemaakt? Ja, voor het eerst. 9-9 de tering, chat. Wel meer dan 9-9. Let's go! 800 hebben we gemaakt. Nou, dat is wel nice. Zo, mevrouw, wat is er met uw benen? Wat loopt u raar? Maar ook wel een lijpe achterste. Yo, de mannelijke Tomb Raider. Zo, kijk die movement! Kijk die movement! Kijk die movement! Slide cancel! Slide cancel, kijk die movement! Kijk die movement! Movement king? Movement king? Oh, Joe-o? Pap. Hier. Ik loop te sneken, bro, hierover. Je bent die toonbank hier. Probeer een kebab naar me te gooien. Pap. Oké, sorry, ik ben er weer. Ja, dat zag er wel sick uit. Wat moeten we maken? Wat ik wou zeggen trouwens nog. Ik heb trouwens iets gekocht. Als je even mijn stream kijkt zo. Tomatensoep. Als ik even mijn stream kijk zo. Wil jij tomatensoep maken, Jasper? Alvast? Maken? Anders komen we nooit verder. Hoe Yo, maak Knol, ik tomatensoep? Kijk, ik werd wakker. En toen keek ik in de spiegel. Toen besefte ik ben fucking lelijk. Dus wat heb ik gekocht? Ik heb Claude Beauty... Wacht even, ouwe. Jouw piepke... Ga even vol screen dan. Wacht, hierna. Piepke. Beauty elixir. Nu hoor ik je denken, maar kijk, hoe kom je daar dan bij? Ik zag dit op een TikTok, dat Drake dit ook gebruikt. En wat er dus gebeurt, als je dit in je gezicht spreekt, dan krijg je dus een gezondere look. En daarom heb ik het gekocht. 3 tientjes. Dus als je dit 3 keer in je gezicht spuit, dan zie je eruit als Drake. Handig met 15 alerts in je gezicht. Kijk nou! Toen je dat deed, hoorde ik wel de tune van Drake, inderdaad. 12 jaar jonger ineens, zegt iedereen. Nou, laat maar gaan, ik moet die alerts van Piepke even afspelen. Spend die tering chat. Oké, we gaan verder met koken, kom. Heel vet. Hoe duur was dat? 30 euro's. Veel duur. Voor water in je gezicht spuiten. Nou, dat doe ik gewoon gratis hoor, met de kraan. Maar goed. Vet man. Oké. Okay, slice tomato. Ja. Keer 8. Staat er. Dit zijn er 4. Dus dan nee, nog... Ja, moet ik nog boodschappen doen trouwens? Zie je alsjeblieft. Nee, dat heb ik net gedaan. Nog eentje. Nice. En dan milk. Je kan die dozen even hier inleggen. Bro, oh, dat gaat goed. Hoe is dit handig? Dit is toch niet handig? Ja, wil je het op die toonbank laten staan? Alles eruit halen en dan sorteren waar het moet. Dus tomaat hoort in de... De tomaat hoort in de... Piepke. Hé, hey, nu... Niet in de koelkast. Tomaat hoort niet in een piepke. Hoe pak ik water? Oh, dat kan je natuurlijk niet uit de kraan in dit land. Waar we ook zijn. In het land? Racist. Wow. Racist ass boy. Beast.
Wacht, hoort boten... Oh, dit soort boten moet denk ik wel in de... Ik zoek water. Ja, ik denk bij de kraan, bro. Ja, dat dacht ik dus ook. Ja, maar misschien moeten we eerst wassen en dan kan het nu. Moet je een kom pakken misschien? En ja, dan... dat... Ja, trust me. Bo, ik ga niet voor jullie liegen. We hebben dadelijk misschien nog een koelkast nodig, hè? Oh ja, je hebt gelijk, inderdaad. Ja, we moeten eerst maar water zien te krijgen. Maar staat er dan water bij? Oh ja, er staat water. Ja, ja. We moeten 1,2... Maar we hebben geen koekpot. Water. We moeten een koekpot kopen. Oh, waar kopen we die? Die kopen we bij... Oh, hier. Ik zie hem. Warehouse, denk ik. Oh, waar heb je hem gekocht? Waar heb je die vandaan? Bij de market. Oh, heb je hem gewoon in de markt gekocht? Ja. Oh, oké. Okay. Kijk. Oh, nice. Ja. Oh. Oh, en die kan je wel onder de kraan houden. Denk ik? Ja. Ah, kijk. Hoeveel liter moest erin? 1,2. Oh. Rustig aan, Kitsie. Hey boys. Kut, is te veel. Er staat hier een ding te kopen voor 50 ruggen. Restaurant. Die kunnen we hierna kopen. Nou, niet als jij zo doorgaat met niks doen. Wat bedoel je, bro? Ik ben mensen aan het werven. Yo. We hebben 500 verdiend in 4 dagen. Dus even rekenen. 700 in 4 dagen? Ja. Dat is zeg maar uitgerekend ongeveer om en nabij 8,50 per week. Ronden we af naar 1000. Dat is 4 ruggen per maand, bro. Winst. De melk zit erin. De melk zit erin. Gast. Bro. Ja, er moet nul. Hoezo gaat die tomaten niet uit? Want die tomaat plakt aan die kom. Ja. Tap even op het onderkantje. Nu is dit zo'n portable radar dat je voor kalf doet, ja? Als je hem op zo'n onderste... Hoe? Hij gaat er niet uit, die tomaat. Zit vast in de pot. Zie je dat? Ja, dan wordt het nieuwe tomaat. Oh, kijk nou! Oh. Nu is de melk weg en zit het in de pot, denk ik. Hè? De melk hoe is krijg weg. Je dat er... Hoe krijg je dat er niet uit dan? Wacht, ik doe het er nog De keer. Melk zit in de mixing bowl nu. Oh, kut, nu hebben we er 2. Oh. Oh. Wat kan dit hier niet in? Oh. Oh, ik kan eruit. Oké, dit moet weg. Deze hoeven hebben we niet nodig. Er moet boter in trouwens. Oh nee! Wat is er? Nou, het zit er gewoon nog in. Er zit niks, ja weet ik. Maar er zit... Oké, nu heb je water eruit gehaald. Waarom heb je weer water eruit? Ik had zo precies dat ik er 1,2 in. Ja, 1,19. Prima. Oké, dit klopt nu. Ja, maar dit moet weg, want dit heeft geen nut. Want we moeten dit ja, in de koekpot doen. In, bro. Ja, maar dat werkt niet, want als je het omdraait, zo... Ja, maar het kan niet los in de koekpot. Dat hebben we net geprobeerd. Hoe doe je dat dan? Ja, er staat toch add to the koekpot? Ja, hoe? Oké, okay, ik ga het proberen. Tomato slice, ja? Bro. Dankjewel, bro. Knip. Okay. Tomato slice. Bam, erin. Nou, kijk, het drijft. Het is nog... Het is alles hier aan. Het is nog steeds dus... Het is nog steeds... Oh, dit is wel goed. Het is nog steeds heel disturbing dat jij hier staat te koken in je boxer, bro. Deze hebben we niet meer nodig, man. We hebben nieuwe melk nodig dan. Gratis eten! Van doeromstandigheden! Nee, ik doe even 1 keer voor, ja? Zo. Ja, hij ligt daar wel midden nu. Dus als gratis ding! Op de grond! 2 voor 5 euro! Kijk, haal even een pak melk. Oh, pak melk. Wow, laatste keer, ik ken een paar mensen in de chat waarvan hun vader melk ging halen. Die is nooit meer teruggekomen. Zet er ook eentje hier in de stream. Anyway. Boter. Is dit de boter? Hoe gaat het open? Ja, oh, dat fuck. Is... Ik heb niet afgerekend. Fuck, ik ben zonder te betalen de deur uit gaan. Wow. Kom maar aan. Hoe doen we de boter open? 100 euro, 2 pakken melk. Hè? Inflatie is hoerenriel. Hier, knop. Even kijken. Dank je. Maar kunnen we misschien even kijken... Kaak, wil jij misschien even checken of er ergens iets is om de boter open te maken? Wat heb je nu gedaan? De boter moet open, dus misschien is er ergens in de winkel een soort van ding wat we moeten kopen. Melk zit er ook nog niet in. Nee, dat is geen idee. Ik zit te kijken of ik... Okay. De melk zit er al wel in. Oh nee, nog niet. We hebben 150 in de chat.
Er zit veel water in, hè? Hoe je de boter opent, ja. Oh, hoe heb je dit nou gedaan? Melk heb ik erin gedaan. Oh, het moet echt volgens de volgorde van de... Nee. Je moet... Kijk, als je hem hebt, dan zie je een ander icoontje als je iets naar beneden gaat. Nee, ja. Oh, kijk nou. Maar ik weet echt niet hoe je de boter... We hebben hem. Hoe doe je dat dan? We hebben hem. Hoe deed je dat dan? Ja, je moest gewoon een ander icoontje moet je zien met je hand. En dan kan je het erop zetten. We hebben Kindling nodig. Onderweg. Ik hoor hem nog zo zeggen. Jasper, jij bent onze hond. Jij gaat het halen. Jij bent de stagiair. Ja. Iemand zegt voor 50k spelen naar kebab snijden. Maar ik vind het wel leuk. Ik ben gewoon met mijn vrienden dit aan het doen. Dat is toch leuk, chat? Gewoon een beetje verbroedering. Take from box. Nou, die erin. Ik doe wel aan. Iemand in mijn chat vraagt, waarom heeft Milan alleen onderbroek aan? Daniel, ik weet het ook niet. Ja? Geen idee, gast. Oké, melk even erin. Hoppakee. Die parsley piece hebben we zo meteen nodig. Daarom ligt hij daar. Ik ga niet voor je liegen, bro. Hier. Je hebt een rare cake. Kijk dit. Man hit rare squats. Man heeft gewoon het donk, bro. Kijk dit. Ja, ik heb inderdaad wel een reetje, ja. Hey, maar waarom zijn wij de hele tijd dicht, bro? Ja, even serieus, hoe? We moeten er over doen voordat we een soepje hebben gemaakt. Ja, dat is wat treurig. Soepplate, mag ik een soepplate van jou? Ja, die staat er al. Oh, nice. Alleen, is hij nu aan het koken of niet? Oh, nu wel. Ah, nu wel. Hè? Ja, zo. Hey, dat ziet er wel lekker uit, bro. Boil. Ja, oh, hij wordt rood. Ja, ja, ik ken iemand die deze van zijn kont kan, hoor, Milan. Ik ook wel, ja. We moeten hem ook een beetje laten afkoelen voordat we hem serveren, zag ik staan. Oké. Okay. En er moet nog parsley peas in. Misschien kan Kaak die pakken zo. Ja, die heb ik hier. Make your preparation and open up when you're ready. Customer 729. Parsley peas zit erin. Die wordt nu ook warm, denk ik, omdat het ding natuurlijk warm is. Bro, dat moest pas als je hem in een soepplate hebt gedaan. Oh. Oké, nou, dan pakken we er gewoon nog één. Oké, dan doen we dit nu erin. Oh. Kijk. Je staat nu met je ballen in die pan, hè? Zeg maar. Zo, is hij vol genoeg? Ja, maar hij moet nog heel klein met je afkoelen voordat. Man hangt zijn scrotum in die pan. Bij mij niet, maar goed. Bij mij stond je echt zo met die pan op je dik. Nou, doe er maar één. Dat is wel goed, joh. Hey. Hij was niet heel heet. Oh, nee, maar 3.0? Hè? Omdat we moesten laten afkoelen van Jasper. Oh. Ja. Moest het niet? Nee, misschien niet. De rest was we nice. Open voor de soep only? Ja. Ja, man. Heb jij open gedaan? Ja. Ja, kijk. Oh, soepie, lekker. Nou, ik begeleid u wel even naar de tafel, kom maar mee. Je kan hier een plaatje pakken, het is net de IKEA. Is dat de soep? Ja. Ja, meneer, kijk uit, het is heet. Don, wil jij de soepplate even vullen? Nee, ik ben even kijken hoe meneer dit aan het slurpen is. Nou, doe maar even. Ja. Okay. Doe nog maar een happy. Doe nog maar happy. Goed. Doe nog maar happy. Oh, ja, hij doet zelf wat zout erop. Ja. Nice. Ja, even afwassen. Oké, okay. Wil jij die soep even bijvullen, deze? Het is een beetje creepy voor de klanten, wat je doet. Ik zie jullie over een afstandje naar mij kijken. Terwijl ik daar op mijn knieën zit. En jullie staan weer zo aan te... Ze heeft wel een vraag, trouwens. Ik weet niet wat ze wil. Ja, ze wil geld geven. Kijk. Oh, geld. Ja, dat mag altijd. Moet ik een soepje maken? Ja, je mag het inschenken. Nu heb jij ook die pan bij je ballen, maar goed. Bij jouw beeld waarschijnlijk niet. Nice! Tot de rand vol, hé. Hier, neem nog een soepje op het huis. Oh, kut, alles lekt. Oh, nee, jij moet dat gewoon hier laten neerleggen. We hebben dat nu niet nodig nog. Nee, hij is op. Hij kan er nu in. Ja, top. Nul heat. 0% heat. Oh, mijn god. Ja, koud soepje is toch ook lekker, bro? Koud soepje. Ja, maar dat is niet als je bij een restaurant bent, wil je geen koud soepje. Toch? Het zou je maar gebeuren, hé. Dat zo iemand bij het restaurant gewoon naast je gaat zitten. Flikkert hij gewoon nou je ding op de grond? Doet hij wel even in. Wordt hij weer een beetje warm. Wat gebeurde er? Oh. We lopen binnen. We maken het allemaal niet. Lekker, neef. Jeetig.
Goeie snor, hoor, Dr. Disrespect looking ass. Koop nou meer tafels? Ja, wat zeggen jullie, boys? Dat kunnen we niet bijhouden. Oh, de pan is leeg. Niet. Nee, het lijkt alsof er nog steeds gewoon wat in zit. Het is geen soep meer. Hoe fixen we die pan dan? Oh, gewoon alles eruit halen zo, denk ik. Ja, nu is hij weer leeg. Okay. Ik heb even een nieuwe tafel neergezet, jongens. Oh, een 4-persoons. Ja. Nice, iedereen komt altijd alleen, dus dat is nice. Ja, dat is nice. Waarom hebben we dan 4 nodig? Wow, ik had toch een keer dat er een kinderpartijtje is of zo? Ik heb nog geen kind gezien in de game, maar goed. Ze komen inderdaad ook allemaal voor 1 binnen. Ja. Koop nog zo'n kast waar je bord op kan zetten. Oh, dat is slim. We kunnen nog zo'n kast waar we bord op kunnen zetten. Of niet? Kun je dat kopen? Nee, waar stands. Ja, maar we kunnen er gewoon 2 toevoegen in 1 stand. Dat kan al. Kan dat ook? Dus, ja, dat kan. Oh. Dus dat hoeft niet. Heeft het gesmaakt? Ja, lekker. Oké. Hey, tot ziens. Hey vriend, kom binnen. Hoi, hoi. Soepie hebben we nog. Ga maar lekker zitten, jongen. We hebben gewoon elke klant eten gegeven deze dag. Nee, niks. Ik zit meer even te kijken naar... Oh nee. Oh, wacht. Eentje niet. Ja, het is wel tyfus laaien ook, hè. Door de omstandigheden zijn wij geopend. Oh, dat hier... Wow, hoeveel kijkers hebben we op dit moment? Weet ik veel. Hij wil soep, man. We hebben geen soep meer. Ja, fuck it, gast. Fuck off. Bro, dat hier 1100 man naar kijkt, is een crime gewoon, bro, echt. Jullie hier naar kijken, het is echt wild. Ik had echt een mannetje of 200 verwacht. Ik ga eerst voor jullie liggen. Gewoon 1100 man hier. Jullie ben ik zo echt. Linkersoep, specialiteit van het huis. Jasper loopt ook de kaakschaatsen. Ik zie hem de hele tijd gewoon zo. Hij doet gewoon niks. Hij loopt gewoon zo door die store heen. Oké, gaan we naar huis? Ja, we gaan naar huis. Niet heel veel, hè? Nee, de game is heel traag. Dat is echt maar ik vind het traag. Wel lekker, bro. Want jij neemt ons ook wel eens mee. Ik ga nou even tukken, hoor. Ja, jij neemt het wel mee. Jij neemt ook wel eens mee naar games waarvan ik denk, jezus man, wat veel. Jezus, hoe weer geef je er zo voor uit? Maar wat, ik heb die tafel gekomen. Die tafel was wel echt 500. Ja. Dan gaat het allemaal te snel met die andere games of zo? Nou, niet bij elke game, maar bij sommige games is het wel van, oké, het is wel hoop. Door omstandigheden zijn wij geopend. Het is wel goed, hoor. Ongelooflijk. Oké. Goed, wat gaan we maken, boys? Ga ik gelijk open, of? Nee. Oh, er zijn allemaal dingen unlocked. 38 dingen, zo. Ja? In de warehouse, ja. Ergens zitten nieuwe dingen in de warehouse. Oh, kijk nou. Kijk dit. Deze is voor Milan. Waar zetten we die neer? Ik weet niet wat het is. Ik kan niet gelijk weer dingen kopen. Fucking... Oh mijn god. Oh, als je daarop gaat zitten. Ja, ik heb wel iemand die hierop kan zitten trouwens. Maar... Dit is mijn voorwiel. Nou goed. Oké. Nou, kijken jullie even wat er allemaal is. Dan kijk ik even naar het menu voor het nieuwe gerecht. Ik vind dat deze game oprecht best goed in elkaar zit, bro. Voor €11. Mm-hmm. Eerlijk is eerlijk. Het zit echt goed. Ja, het is niet triple E, maar minder bugs dan Call of Duty. Eerlijk? Grilled beef moeten we maken, boys. Ja, ik doe dat dit keer wel even. Hebben wij beef? Nee, we hebben alleen ribeye. Ik ga wel even... We hebben toch beef? Ja, de beef ligt hierboven. We hebben beef. Oh. Ribeye. Ja, hoe is dat beef? Dat heet beef, toch? Of niet? Nee, bro. Dat is toch heel iets anders dan gewoon normale beef? Dat noemen ze hier in deze game beef. Ik maak geen grap. Dat is echt zo. Ja, dat is wel. Ja. Dus, die mag je slicen. En maak jij dan een soepje, Milan? Zou ik wel willen, maar ik denk dat deze guy best wel veel hulp nodig heeft. Dus als je het niet heel erg vindt, help ik hem even door de stappen heen. Oké, dat is waar ze... Die guy met 1 oorbel die schuin kijkt de hele tijd. Omdat dit oorbel zo zwaar is. Je bent nu... Ja, oké, dat ben je dat aan het doen. Heel goed. Je hebt er maar 1 nodig. Kut, ik gooi de mint op, bro. Fuck.
Maakt niet uit. Ga maar gewoon door. Doe maar inderdaad die erop. Ja, 3 gram black pepper. Nice. Ah, een beetje minder gesmaakt. Dit is goed, dit is goed. Salt en black pepper, hè, heb je gedaan. Ja. Ja, steek dat ding maar in de fik. Nice, nice, nice. Kool en kindling, allebei. Dit gaat goed. Dan mag je nu... aardappelen hebben we nodig, trouwens. Wanneer moet je hem flippen ongeveer? Als hij op de helft zit, dan weet je dat de onderkant klaar is. Thanks, bro. En dan moet je nog een keer een helft. Ja, dan moet je nog een keer de helft. En dan moet je zorgen dat hij net voor het einde van het balkje... Nu is hij aangebrand. Dus moet je net iets ervoor, dan moet je hem eraf halen. En wat voor soort bord ook alweer? Een vierkant. Ga je even een bord klaarzetten? Ja, ga ik doen. Vierkant bord. Alsjeblieft. Oh ja, aardappels waren ook nodig. Dankjewel. Oké, ik heb hier de aardappels voor je, Don. Wat? Omdat ik een bord zoek, wel. Hij is niet gaar nog. Bijna. Bijna. Flippen, flippen. Ja, die kant. Ja, nu is hij goed, volgens mij. Fuck, hij is nog steeds niet goed, man. Nu wel. Ja, nu wel, ja. Ja, oké, top. Ja, aardappels erbij. Maar die aardappels, zullen we die hot maken of niet? Nee, je moet ze grillen, bro. Deze moet er ook bij. Ja, die mag je grillen. En hier de parsley pieces, die moeten erbij, die hier liggen. En tomaat. Hier nog tomaat. Die mag je nog even snijden. Nou, dat doe je netjes, man. Het is een beetje... hoe heet ook alweer dat restaurant? Dat hele bekende restaurant. Wat, McDonald's? Nee. Nou. Ik ga even zoeken hoe het alweer hoe het heet. Jamie Oliver. Oh nee, dat heet Brownies and Downies. Bro. Ben je klaar? Ja, maar bro, ik wou hem daarheen brengen, bro. Oh, doe maar. Ken je dat? Ja, Brownies and Downies ken ik wel. Ja, zo voelt het een beetje. Dat ik dan de begeleider ben. Nice. Ah, kijk, ze komen gelijk, hè? Goed gedaan, man. Hé, hey, mevrouw, gaat u lekker zitten? Jasper helpt er wel even naar een tafeltje. Nou, hij is niet echt creepy, hoor. Lijkt me. We zijn nu wel open met 1 ding op het menu, hè? Zo, kijk, ja. Chapo loopt daar buiten. Kijk dan, met die tanktop, met die blauwe tanktop daar. Brede gast. Oh, inderdaad, ja. Oh. Gourmet! Hij wil komen. Restap. Nice. Gourmet. Of we kunnen hem inviten. Ja, invite maar. Let's go. On the way. Oh, laat me komen. I'll be there tomorrow. Toppie. Open met 1 ding op het menu. Nee, Lotje, we hebben best wel veel. Hier, menu. Hier. Onderin, meneer. We hebben dit allemaal. Welkom. We hebben al 4 dingen. Hij wil... hij wil ook de grillbeef. Oh, ik vind dat we best een leuk zaakje hebben. Doen we ja, best hoor. Leuk. Ja. Kijk, iedereen geniet. Ik sta hier gewoon lekker te chillen. Hier komt weer zo'n man met zo'n heel raar hoedje binnen. Mooi. Je moet er nog even heen maken, een grilldief. Want 5 klanten en dan is hij op. Oh. Kijk, hij is nu op. Kijken. Kut. Weet je hoe dat moet, Don? Ja, bro. Kun jij de tomaten even voor mij doen? Ja, hier heb je de parsley of wat. Kijk nou. Wil je ook nog aardappel? Ja, die moet even ook op de grill. Dit vind ik heel funny. Oh shit. Shit, dat heb ik gedaan. We hebben niet heel lang meer. Bro. Ze vreten het maar koud, bro. Hier, neem maar mee. Neem maar mee! Weer. Nice! Zo. Ja, die hele goeie. Ja, die was lang niet gek. Ik heb snel. Nu... wel een bug. Oh, kut, heb ik nu gedaan? Oh, nee.
ik. Yo, we hebben de rib. Oh, we hebben nog geen rib eigenlijk. Die ga ik alvast even snijden. Heb ik dat alvast gedaan? Moeten we nog iets even. We kunnen ook alvast inkopen doen voor morgen nu, hè? Oh, tering slim wat Jasper zegt. Dat is heel slim. Vraag, maar dat is heel slim. 250 gram kool. Oké, wat moeten we halen voor morgen? Ik haal het wel. Nou, de ribeye is op. Oh nee, de ribeye is niet op. Maar een stuk ribeye, een stuk kip. Oké, ribeye en kip, check. Wat groentjes, aardappels, tomaatjes, pepertjes. Ja, wacht even, dus ik ben nu bij de kip. Alles wat, nog niet een kippenpootje, hè? Ja, doe maar wel. Misschien kunnen we die wel maken. Oké, oké. Zo. Wat dan? Je bent wel aardig rustig voor een kok. Kok schreeuwen altijd hoerenhard naar hun personeel. Hij wel gelijk. Oh, alsjeblieft. Milan, tafel afgetrapt, schiet op! Ze hebben nog niks te eten, Jasper! Die bootjes moeten door! Dat vlees is niet gaar! Dom zijn! Lopen nu! Tafel vuur! Oh ja, wacht, ribeye. Zo. Moet je inkopen gedaan ook, Nol? Boter hebben we nodig? Ja, dat is alleen als we soep willen maken. Oké, okay, ja, dus dat gaan we niet doen. Maar we moeten morgen wel drie dingetjes maken, hè? Want die guy komt langs, die Juan. Dus die moeten alle mogelijkheden hebben. Oké, okay, en hebben we nog pepertjes nodig? Wel, als Juan tof doet, zet hem in die isoleercel voor vier dagen, totdat hij het wel maar, tof vindt. Doe maar twee van beide, Mila. Twee van beide wat? Pepertjes. Ja, we hebben toch peper? Peper, ja. Oh, oké. Okay. Hebben we niet peper nog? Nee, je zei toch peper? Wat zei je dan? Ja, hebben we nog peper? Dat is de vraag. Oh mijn god, ja, hoe hebben we hier moeite mee? Hebben wij nog peper? Eén groene en één rode. Dus nog even bijkopen, is wat ik zei. Oh, hoe is het peper op? Dat is 50 gram in zo'n bak. Nee, niet de peper. Gewoon de groentepeper. Een hete peper, oh, dom joch. Niet... Oh, oké. Okay. Er staat hier nog een bordje. Die vies is, Jasper. Afwas, jongen. Man, man, man. Oh, op die manier. Alles alleen doen in dit kutrestaurant. Schiet op. Ik snap het. Nou, oké, ik doe het even op jouw manier. Hier, ik ben er! Hier, neem maar! Ja, pum. Zo. Oh, die doos naar mij met die Hello Fresh bag van je. Schiet op. Even kijken. Oh ja, Red Peeper. Ga ik halen. Hoezo? Oh nee, het flikkert er. Green Peeper. Jezus, maar hoeveel kool heb je gehaald, neef? Potato's. Oké, okay, hier is de volgende bestelling. Gooi de deur maar open. Oké, okay, ik gooi hem open. Komt-ie. Komt-ie, kijk. Au. Hier ligt er een stuk kool. Ja, maar alles flikkert ernaast, bro. Gooit het ook weer. Jezus, bro. Wat in de NFL honkbal shit zie ik hier, bro. Okay. Yo, kom die camera eens in. What the fuck, man? Nou, als ik dit zie... Yeah, hoe heb je zoveel killing gehaald, bro? Ja, je hebt wel echt heel veel kindling. Ja. Jezus knol, dat is wel heel veel, bro. Ja, maar dat is dat kunnen we gewoon hier storen, hè? Hier is ruimte. Ja, ik heb het al... Oh, ik heb een beter idee. We kunnen gewoon... Oh ja, pepertjes. Een kast kopen, toch? Ja. Oh, we kopen gewoon een kast. Die pepers één voor één, bro. Ja. Domme shit. Hoeveel zijn het er? Ik vind het wel vet dat we automatisch voor elke voor groente dan de middelste pakken. En ja, dat is top. Jezus, bro. Ik heb zin om de kat van mijn buurvrouw te schoppen, bro. Wat is dit verstrengend? Nou, schiet op. In-game. Ik heb niet eens een buurvrouw, dan. Jezus, Milan. Hoe heb je gekocht, bro? Ik heb gewoon inkopen gedaan. Dat moest ik toch doen, of wat? Ja, dit is voor een maand. En? Ja, gewoon dat... 94 aardappelen één voor één eruit te vissen, bro. Zo zou ik zelf ook de boodschappen doen. Je moet niet te prepare, man. Je never know. Alsof jouw vriendin niet alles doet in jouw huis, bro. Dat hoor ik allemaal. Ja, dan zeg ik tegen haar, haal dit. En dan doet ze het keer 10. Ja, dat is die van mij ook. Dat is top. Ja. Okay, morgen is de grote dag. Oh, hier ligt nog allemaal spul. Kijk. Er ligt hier een pan. Ja, de lul. Welkom bij het spel der spellen. Vandaag hebben we een speciale challenge.
Als ik zeg spring, dan spring je. Anders krijg je een kogel door je kale hoofd. Spring. Buk. Ik zei niet dat je moest bukken, ik zei alleen een opdracht voor springen. Daar ga je. Meekomen. Goed. Waarom? Ik heb echt verloren dat ik hier... De lul. Nee, laat maar. Ja, de lul. Wow, die keuken is ook een zootje, bro. Jasper, kom dit eens opruimen met die takjes van je. Waar is het zootje? Ja, hier, die messen liggen overal. Die moeten hier in dat ding. Hier, die skewers, die kunnen gewoon even hier aan de zijkant. Hier, die pot, die moet even hier op de hoek. Hier liggen overal kindlings hier op de grond. Tyfuszooi. Ja, joh, die skewers worden overal neergegooid. Fuck. King Milan. Milan. Wow, ik ragequit dadelijk, hè. Stoppen. Jasper, ik weet niet wat je lacht. Met je boyband back. Ik hoor hem precies op je kop. Grappig, man. Zo, dat was een goede gooi. Kijk dit, kijk dit. Oh. Oh, dit ziet er wel mooi uit, zo. Ja. Ja, dat is nice. Daar is het ook voor. Ik had daar die kool op... Kijk, op die kast heb ik hem gegooid daar, hè. Zie je hem liggen? Oh, ja. Knap, hè? Vanaf hier. Ja, dat is lang niet gek. Trouwens, volgens mij heb je ook roos tussen dit haar van jou. Bro, dat is gewoon helemaal goed. Volledige uitslag, bro. Weet je hoe dat komt? Omdat we fucking broke zijn, bro. Hey, ik zie een thuisbezorglogo. Oh nee, het is een huislogo. Kijk, dit is gewoon een thuisbezorglogo, eerlijk? Ze moeten betalen voor deze stream, bro. Takeaway. Luister dan, ik doe nog één werkdag. En hou ik het voor gezien, hoor. Wat een watjeswerk dit. Ja, bro, ik ga met pensioen, bro. Volgende week ben ik het trouwens niet, hè? Dat weet je. Hier, nu komt de... Ja, dat weet ik. Dat is chill. Dan kan ik eindelijk met Jasper een keertje leuk gamen. Ik ben er ook niet. Oh ja, jij bent dan ook op vakantie. Ja. Kut. Nice. Nou, jongens, volgende week geen stream. Heb ik echt geen zin in. Ik ben helemaal alleen. Hey, piepke, rustig aan, man. Grapje, man. We moeten een groot menu hebben voor... Chat, zijn jullie nog wakker überhaupt? Gaat het? Nee, de chat is ook dood, bro. Iedereen slaapt. Ja, er staat dat we een simpel kebab moeten unlocken voor die Juan. Maar dat kan helemaal niet. Oh ja, maar dat kan inderdaad nog niet. Maar waarom niet? Ja, we hebben dan een kebabmachine nodig. Die moeten we kunnen kopen. Oh. En die kunnen we nog niet kopen, denk ik. Maar dat kunnen we voor de volgende stream wel doen? Nee, dat kan wel, dat kan wel. Volgende stream is er niet, want jij gaat weg volgende week. Ja, maar daarna ben ik er toch gewoon weer? Je vindt geld belangrijker weer dan dit. Geld belangrijk? Ik krijg helemaal geen geld voor wat ik ga doen. Ik weet helemaal niet wat je gaat doen ook. Ik ging er gewoon vanuit. Ik ga hopelijk een award ophalen, hoor. Oh, je gaat een award ophalen die niks betekent. Hopelijk. Vet, vet. Nee, boeit ook niet. Boeit ook niet. Moet... Wow. Hier niet. Waar is die kebabmachine dan? Dat weet ik ook niet. Waar kopen we een kebabmachine? Nee. Oh, misschien in de... What the fuck? Waarom is er twee deuren ook? Dat is dom iets. Ik was net bij de slager. Nee. Niet bij de slager. Ik denk in het warehouse gewoon. Stations. Ja, hier. Daar is hij. We kunnen hem inderdaad nog niet gebruiken. Ik denk dat we nog iets meer sterren moeten krijgen. Maar ik weet niet hoe of wat. Misschien moeten we chicken legs even gaan maken. Oh. Kunnen dat? Ja, dat kan. Ja, laten we chicken legs maken. We kunnen ook alle drie op het menu doen, hè? Zie ik nu. Er is gaan rennen. Dankjewel, broeder. Ah, dat is alleen maar meer werk, waarom zou je dat doen? Ja, dat is een beetje het ding, toch? Maar die ene chabal komt toch vandaag langs? Maar moeten we nog iets voorbereiden, of is dit het? Waar, tegen mij? Ja, hij komt wel langs, maar... Wow, waar zijn al onze messen? Ligt hier eentje op de grond? In de la, bro. Hoezo in de la, bro? Ja, dat snap ik ook niet, maar we hebben een knife holder. En die skewers moet je ook gewoon lekker... Waarom is deze tafel zo chic? Oh, inderdaad, ja. Oh ja. Oh, dat is voor die gast natuurlijk. Oh, voor die guy. Oké, doe open. Fuck. Besef, je komt nee. Oh nee, oké. Je komt als normale klant. Moet je hier al zitten. Ja. Ja, maar ik wil aan die gedekte tafel. Nee, die is niet voor jou, kleine pauper. Nee, die is voor de influencer. Maar wacht eens even. We hebben geen chicken legs. Die had ik toch gehaald? Ja, er ligt onder die twee aardappelen rechts, ligt als het goed is een boutje. Onder die twee aardappelen rechts.
Daar ligt een boutje. Oh. Oh ja. Ja, nou, met twee aardappelen erop. Verdomme. Zit er erop geplakt. Goed. Oh. Nou, ik ga even kijken hoe dat werkt. Ik heb er twee nodig. Kut. Kun jij nog een chicken leg halen, Jasper? Ja hoor. Thanks, bro. Grilled tomato. Oké, gaan we. Tomato. Oh, en tomaat. Hebben we ook nodig. Tjik. Wat voor bord? Gewoon een rond bord. Rond bord. Hoppakee. Eén chicken leg kost $80. Damn. Wat heb je nog nodig, zei je? Hier. Tomaat. Ja. Of wat? Ja, tomaat. Oh ja, ik niet trouwens, maar voor, ja, nou, hebben we eigenlijk niet nodig. Maar hij is gewoon op nu. Waarom leg je die chicken legs op de grond? Ik ben bezig, man. Ja. Kan je het niet verkopen, bro? Nee. Een kool erbij. Hoppakee. Dingetje aan. Hoppakee, fik erin. Waarom heb je 20 tomaten gehaald? Kan je lekker klikken. Oh nee. Heb je 20? Oh my god. Wat een hel. Flik gewoon de hele doos erin, gast. Even kijken maar even. We kunnen ook gewoon nog een koelkast erbij kopen, hè? Ja, die is 2 ruggen, bro. Oh, dat kan dus niet. Ja, dat kan wel. We hebben 2k. Maar we moeten, anders kunnen we die kebabmachine zo meteen niet kopen. Laat maar. Bro, Milan is gewoon trots op zijn gains, ja. Daarom heeft hij geen kleren aan. Oké, tomaat. Kaas is 12? Oh, dan moet hij even een bank krijgen. Is dat Joch? Zo, chicken leg. Ik heb hem alleen niet geseasoned. Ik weet niet of dat moet. Ja, seasonen met salt en chili pepper. Kan dat ook achteraf nog? Ja, ik zal het proberen. Hij wordt wel koud nu. Ja, klopt. Ik zie het. Ik ga dat even snel doen dan. Chili pepper. 3 gram erbij. Oké. Ja, dan... jullie moeten hem gewoon reporten. Dan wordt zijn account verwijderd. Ja, goed. Zo. Zo! 3,8, bro. Dat heb je echt goed bereid. Wat? Maar stom. Chili pepper had ik er wel op gedaan. Oké, kom, we gaan open, bro. Want wat voor... Ja, nu kan die open. Today's the day. See you in a few hours. Maar we moeten toch meer maken, of niet? What dready. Nou, wel even checken. Nee, hoeft niet meer te maken, joh. Is prima dit. Gewoon waarom ligt er aardappel hier op de grond, bro? Die affetantse kut kebabzaak van ons. Ik had toch niet dat er aardappel op de grond liggen, bro? Wacht even. Blijf staan, de kaak. Blijf staan als je kan, als je wil. Kijk of dit kan. Kijk of dit kan. Even kijken. Release. Oh, hij gaat door je heen of zo, lijkt wel. Ja, dat kan niet. Jammer. Dan zou je wel een hele vette helm gehad. Ja. Yo, Marco! Dankjewel voor het worden van een parkeermeneer! Je moet er nog eentje maken, hè? Want sorry. Hij is zo op. Dankjewel, Marco. Thanks voor jouw enorme support, man. Ik waardeer het. Marco in de chat, dankjewel. Maar wat ligt daar op de grond? Wat moet ik maken nog? Ja, nog een kip. Oh. Hij is nu op. Een chicken leg bedoel je? Ja. Als een dankjewel, broeder. Fuck af met die doos even, man. Ik kan helemaal niks doen. Zo, hij vindt het fucking lekker aan onze nieuwe tafel. Nee, okay. Je legt die doos gewoon hier achter, dan kun je daar gewoon kijken van... Ja, dat is goed. Van, ik heb een tomaat achter. Is dit hem? Die in dit pak? Oh nee, dit is hem niet. Oké, wat? Oh, ik hoor hem. Ja, dat is hem! Dat is hem! Oh, shit. Ja, de lul. We hebben helemaal geen eten. Hallo, senor. Neemt u plaats. Gaat u lekker zitten. Ja, tuurlijk. Hi, mijn naam is Don Chiklein. Hola, amigo. I'm Juan. Everybody knows me as Spicy Juan, the master of hot flavors. Maak het pittig. For me, spicy food is the way of life. I can't stay without a bit of heat in my mouth. Every the gum I chew is spicy. You want my approval? Then this place is going to be hot today. We haven't seen a new one in a while. Master had crushed a lot. You want to join them, aren't you? Hehehe, let it be that way. Get me a plate of the hottest chicken legs with the hottest ingredients in it. You know what level hot I'm talking about? Spicy one hot. Oké, ik ga ook nog een rode pepper dan voor hem maken en een green pepper, ja? Bro, giet er gewoon van die doordringende azijn op.
Van die schoonmaker, van die ontstopper. Dat als hij een hap neemt, dat gewoon letterlijk zijn hele bek wegbrandt. Waarom hoor ik een telefoon? Wordt gebeld, bro. Ik moet gaan. Het is echt heel raar. Ik hoor een telefoon. Hij wil chicken legs met fucking veel spice. Dat ben jij nu aan het maken, toch? Ja. Okay. Neem maar mee. Ready. Oh, kut. Oh. Fuck man, ik hoor de hele telefoon. Echt irritant. Volgens mij vindt hij het lekker hoor. Volgens mij gaat hij hier allemaal nog mee staan. En. Spring. Ja? Ja? Het is goed. Stop met die fucking telefoon! Ik hoor de hele tijd een telefoon! Waarom betaalt hij niet? Wie is je telefoon, bro? Ja, weet ik veel, gast. Ik doe even muziek uit of zo. Gameplay volume uit. Uit. Oh, we kunnen uit. Nu een dunne machine kopen. De dunne machine? Ja, die kunnen we nu kopen. Maar waar staat die? Waarom heeft hij niet betaald? Warehouse, stations, en dan de tweede. Oh, dat is een meat grinder. Dat is een meat grinder, ja, bro. Hier. De dunne machine. Hebben hem. Hij geeft gelijk uit, bro. Waarom spend je altijd gelijk, man? Dat is hoe het hoort. Hey, we kunnen ook een dunne machine kopen. 400. Nou, hammer. Waar gaan we die... Bro! Wat? Beetje flavor. Hij past hier niet. Het is zo lelijk, bro. Wat ben je aan het doen, bro? Dat past waar niet. Ruimte maken? Voor wat? Ja, kan dat ding minder schuin? Ja, kan. Kunnen we het ook op donshoogte doen, zeg maar in real life? Gewoon hier. Hij past gewoon niet op deze counter. Oh. Nice! Oh, kut. Wow, we hebben er twee! Bro. Oh, man. We kunnen we bestellen hem. Professioneel. Oh. Vet ding. Er moet even zo'n rol aan dan. Eigenlijk moeten we nog even zo'n ding erbij kopen, dat je dan... Bro, we konden ook gewoon dit kopen, man. Gewoon een stoof. Sick. Oh, ik zie al wat we moeten doen trouwens. We hebben 5k ineens? Ja, ik heb even geleend bij de bank. Want ik heb namelijk een idee wat we moeten halen. Ik weet niet waar je een donorrol koopt. Wow, dit is geniaal. Oh, shit. Hoe maak je die... Oh, zo. Dit is vet, man. Hey, deze overal. Ik zie het. Ik ga naar huis. Kijk hoe vet er buiten. Op het bord. Wat is dat, bro? Oh ja, dat zie je alleen bij daglicht, denk ik. Ja, dat zie je alleen bij daglicht. Maar wat is het? Ja, dat zie je alleen bij daglicht. Oké. Okay. Zo, heb ik nu de telefoon eruit? Tering, man. Ik heb mijn muziek uit omdat de hele telefoon hoorde. Audio. We kunnen nu een shish kebab doen. Dat is op zo'n stick. Oh, hij heeft een... Oké. Okay. Ik hoor nog steeds een fucking telefoon, gast. Rolt iemand jou of zo? Wat hoor ik? Nee, dat is de game. Die is gebugged. Ik hoor even een telefoon, maar dat is... Oké, okay, nou, ik ga leave to desktop, want... Ja, de diarree zet op, hoor. Ja, nee, is helemaal goed, man. Is helemaal goed, bro. Ik vond het fucking gezellig, jongens. Ik denk dat we door de omstandigheden zijn wij geopend volgende keer weer moeten doorzetten. En misschien wel morgen dan wel joinen. Ik zal hem wel even vragen. Dat is misschien wel leuk. Ja, ik vind het ook een goeie. Oké. Okay. Hey mannen, was gezellig. Thank you guys so much. Ik hou van jullie, was gezellig. En volgende week ben ik er niet, maar de week daarop zie ik jullie graag weer terug. Ja, is goed man. Oké, okay, vrienden. Oké, later. Ja, yo, was gezellig. Ja. Willen wij door? Oh, ik ben alleen. Oké, okay, Jasper is ook weg. Goed. Oké, okay, nou, wij willen dus blijkbaar niet door. Dat is duidelijk. Zei je iets? Nee, ik zei willen wij door, zei ik, maar... Willen wij door? Met wat? Nee, niks.
Is het niet mijn telefoon? Nee, nee, niks. Bedankt Jasper, leuk dat je meedeed. Goed. Wat een kutbug ook dit. Hoor je dat de hele tijd, de telefoon? Raar hoor. Echt raar. Neem op. Ja, ik kan niks. Ik kan letterlijk niks. Echt, what the fuck, gast. Rare bug. Goed. Lachen, Gamepie. Traag. Dat wel. Maar leuk. Ik vond het wel leuk. Ik vond het echt een leuk gamepie. Fijn dat je er was. Bedankt dat je lid bent geworden. Schreuder en Thomas, deze stream. En wie hebben we nog meer? Marco. Shoutout jullie. Bedankt voor het lid worden. Bedankt voor jullie donaties ook. Jullie weten wie jullie zijn. Bedankt voor jullie support. Ik ben er aanstaande dinsdagavond weer. Met een nieuwe stream. Om 7:30. Als het goed is. Ja, zeker. Om 7:30. Dinsdag. 30 januari is dat. Om 7:30 met een nieuwe livestream. En dan zie ik jullie graag weer. Groetjes thuis. Doe voorzichtig met het vuurwerk vanavond. Ik heb geen idee. Oké, dag!